Goed, collega's, goedemorgen. Ik ben heel blij om vast te stellen dat er meer mensen in de zaal zitten dan er vooraan zitten. Dat is altijd een goed begin van het werkjaar. Mocht ik u nog niet gezien hebben, een zeer gelukkig en vruchtbaar nieuw jaar gewenst. En om dat vruchtbaar jaar goed in te zetten, hebben we een aantal gasten hier bij ons. Ik moet eerst en vooral onze voorzitter Axel Ronsen verontschuldigen, die hier vandaag niet kan zijn, dus u zal het met mij moeten doen. Maar om dat te compenseren hebben we dus enige gasten aan deze kant van de tafel. En we beginnen met het verslag van het Rekenhof over de knelpuntberoepen en meer bepaald over de kwaliteit van de beleidsinformatie. Namens het Rekenhof zijn hier de heren Vital Put, eerste auditeur, revisor, en Willem Kabouter, auditeur. En zij zullen een toelichting geven waarna vragen gesteld kunnen worden. En ik veronderstel dat de minister ook een repliek heeft voorbereid. En ook de VDAB heeft een eminent afgevaardigde gestuurd die op uw vragen kan en zal antwoorden. Maar ik geef eerst het woord aan de mensen van het Rekenhof. Dank u. Ik ga onze presentatie kort inleiden en dan geef ik het woord aan mijn collega. Op onze arbeidsmarkt worden we eigenlijk geconfronteerd met een paradox. Enerzijds zijn er veel mensen die geen werk vinden. Anderzijds zijn er een hele reeks vacatures die niet ingevuld geraken. En dat is een economisch probleem. Dat betekent bijvoorbeeld dat bedrijven belemmerd worden in hun productie of in hun groei. Het is ook een sociaal probleem voor de mensen die werkloos thuis zitten. De problematiek van knelpuntberoepen is een heel complexe problematiek waar heel veel oorzakelijke factoren een rol spelen. Het is ook een problematiek waar veel actoren bij betrokken zijn. De Vlaamse overheid heeft op dat vlak belangrijke bevoegdheden, niet enkel binnen WSE, maar ook binnen onderwijs. Ook de federale overheid heeft een aantal instrumenten in handen, zij het minder na de zesde staatshervorming. En ook de privésector zelf heeft een belangrijke rol te spelen. Bijvoorbeeld het recruteringsbeleid van bedrijven, het opleidingsbeleid van bedrijven, heeft ook een invloed op de omvang en aard van de knelpunten. Wij hebben ervoor gekozen om die problematiek van knelpuntberoepen te benaderen vanuit twee invalshoeken. Enerzijds hebben we gekeken naar welke beleidsinformatie er aanwezig is. En met beleidsinformatie bedoelen we informatie die voor de minister dient om het beleid te onderbouwen en ook om het beleid te evalueren. En ten tweede hebben we gekeken naar de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en meer bepaald het technisch en beroepsonderwijs van de derde graad. Dus beide audits zijn gelijktijdig uitgevoerd en zijn ook gelijktijdig gepubliceerd. Vandaag gaan we in deze commissie de audit over beleidsinformatie presenteren. En de onderzoeksvraag waarvan we vertrokken zijn bij deze audit is: over welke beleidsinformatie beschikt de Vlaamse overheid om een goed beleid op vlak van knelpuntberoepen te kunnen voeren? En onder beleidsinformatie verstaan we informatie over de omvang en aard van de knelpunten op de arbeidsmarkt, ook informatie over de oorzaken van die knelpunten en ook informatie over toekomstige ontwikkelingen, dus prognoses van knelpunten. Ik geef nu het woord aan mijn collega Willem Kabouter, die de bevindingen en aanbevelingen van onze audit zal toelichten. Oké, dank u, Vital. Als we beginnen bij de beleidsinformatie over de omvang en de aard van de knelpuntberoepen in Vlaanderen, dan komen we nogal snel terecht bij wat de belangrijkste bron daarvoor is, en dat zijn de jaarlijkse VDAB-knelpuntstudies. Dat zijn studies die sinds 1989 uitgevoerd worden. En het is het in de eerste plaats is het eigenlijk al zeer positief dat die studies bestaan, dat ze er überhaupt zijn. Het is een vrij uitgebreide studie waar jaarlijks toch wat werk in gaat. En er wordt daar getracht om de knelpuntberoepen op te sommen en om ook de oorzaken te achterhalen van de knelpuntberoepen. En daarnaast wordt er ook open over de gebruikte methodologie gecommuniceerd, wat toch in deze ook wel belangrijk is. Dus we kunnen wel zeggen dat de VDAB hier zijn taak ter harte neemt om de arbeidsmarktinformatie te verspreiden. Waarom dan onze doorlichting? We hebben gemerkt dat de studie ondertussen heel veel functies gekregen heeft. Dus het is daarom van groot belang dat de aangeleverde beleidsinformatie over knelpuntberoepen accuraat is en correct of toch zo correct mogelijk.
Dus om te beginnen hebben we bekeken van, goed, welke doelstellingen heeft die studie allemaal. In 1989 is de studie initieel begonnen als een intern VDAB-instrument. Dus de VDAB had de bedoeling om grosso modo een kwart van de beroepen af te bakenen. Een kwart van de beroepen waarvoor de vacatures het moeilijkst invulbaar zijn. Dat werd dan gebruikt om eigenlijk prioritair om te kijken waar VDAB prioritair de middelen ging inzetten. Nu, door de jaren heen heeft die studie een heel aantal andere functies gekregen, al dan niet met medeweten en goedkeuring van de VDAB. Er staan er hier een aantal opgesomd. Er zijn een aantal binnen overheidscontext waar de VDAB-knelpuntenlijst eigenlijk als basis diende om andere lijsten te maken die dan ter ondersteuning waren van bepaalde maatregelen of subsidies of premies. Bijvoorbeeld de RVA-lijst die bestaat met studierichtingen die leiden naar knelpuntberoepen en die werkzoekenden dan kunnen volgen die studierichtingen met behoud van de werkloosheidsuitkering. De VDAB-lijst diende ook als basis voor de aanmoedigingspremie van bepaalde opleidingen. Bepaalde opleidingen die recht geven op educatief verlof. De lijst diende ook als basis voor de lijst die in 2006 is opgemaakt met versoepeling voor kandidaatwerkzoekenden uit de nieuwe Europese EU-lidstaten. Ook binnen het domein onderwijs wordt de lijst veelvuldig gebruikt. Denk maar aan de website onderwijskiezer.be, stemactieplan. Bij de programmatiestop die tot 2014 hold, werd het ook gebruikt. Nu bij de inrichting van nieuwe opleidingen, de beroepskwalificatiedossiers. Dus die lijst wordt zeer veelvuldig gebruikt binnen overheidscontext. Maar ook daarnaast hebben we gemerkt dat bij bijvoorbeeld bepaalde gemeentes die lijst ook gebruikt wordt om extra anciëniteit toe te kennen aan de werknemers als zij werkzaam zijn in een knelpuntberoep bij opleidingsinstanties zoals Sivora, bij studies van SERF, Viona, Unizo, ga zo maar door, dus veelvuldig gebruik. En dan ten laatste misschien nog de belangrijkste functie van de lijst is de publieke functie, informatieve functie, waar dus VDAB een actieve politiek voert om die lijst zoveel mogelijk te verspreiden, waardoor die informatie terechtkomt bij scholieren, studenten, ouders van die studenten, bij ondernemingen in Vlaanderen, bij scholen in Vlaanderen, die vaak verwijzen naar de lijst op hun website. En ook in de media wordt het knelpuntberoepenverhaal toch gretig opgepikt. Ik overdrijf niet, denk ik, als ik zeg dat knelpuntberoep eigenlijk een mediatiek woord geworden is. Nu, als we dit allemaal samen bekijken, dan zien we dat de lijst vaak gebruikt wordt, wat positief is, wat wil zeggen dat de studie dus wel degelijk nodig is. Aan de andere kant dwingt het toch ook wel tot om even na te denken van, goed, die beleidsinformatie die moet ook wel correct en grondig zijn. Nu, we kunnen ook onmiddellijk hier een eerste pijnpunt aanduiden van de huidige lijst, waar dus initieel de lijst bedoeld was als intern instrument van de VDAB om een grote groep beroepen af te bakenen, kunnen we ons toch wel vragen stellen of het bij die andere functies van de lijst ook wel nodig is om een dergelijke grote groep knappen beroepen te definiëren. Nu, ik kom daar zo meteen nog op terug. We hebben dus een aantal beperkingen vastgesteld aan de lijst. Een van die beperkingen is misschien wat moeilijk remedieerbaar, want die handelt over het marktbereik van de VDAB. Dus de knelpuntstudie is gebaseerd op de VDAB-vacatures, op een deel van de VDAB-vacatures. Nu, we weten eigenlijk niet wat het marktbereik is van de VDAB. Er zijn er een aantal indicaties over, maar die percentages variëren heel fel van 18% tot 70%. Nu, we kunnen wel vermoeden dat voor bepaalde beroepen, bepaalde bedrijven, bepaalde sectoren er meer of minder beroep zal gedaan worden op de VDAB om vacatures in te vullen. Nu, dat blijft evenwel bij een vermoeden, want we hebben daar eigenlijk geen exacte cijfers over. En een aantal andere beperkingen kunnen volgens ons wel geremedieerd worden. En daar hebben we dan ook een aantal aanbevelingen over gedaan. Nu kort, de VDAB-methodiek die vandaag bestaat om de lijst te bepalen, die vertrekt dus van een deel van de VDAB-vacatures. Dus VDAB ontvangt jaarlijks ongeveer een 750.000 vacatures en daarvan worden er 100.000 gebruikt om de knelpuntstudie op te stellen. Die vacatures worden eigenlijk door twee molens gehaald. Enerzijds worden er 3 kwantitatieve criteria op toegepast. Dus er moeten meer dan 9 vacatures zijn in de databank voor een bepaald beroep. Het vervullingspercentage, dat meet in essentie het aantal annuleringen van vacatures binnen een bepaald beroep. Dus hoeveel vacatures zijn er weggehaald van de website, zonder dat ze ingevuld zijn.
En een derde criterium is de looptijd, dus hoe lang zijn een bepaalde vacature open. Dat wordt gecombineerd met een kwalitatieve benadering, waarbij dat er is een soort consultatieronde wordt gedaan bij VDAB-experts en bij de sectoren zelf, om eventuele aanvullingen aan die lijst te maken. Dat resulteerde in 2013 in 205 knelpuntberoepen op 833. In 2014 waren die cijfers, even kijken, 144 op 626 beroepen. Nu, dat heeft te maken met de nieuwe beroepenindeling, maar procentueel gezien is dat ongeveer 1 op 4 beroepen die een knelpuntberoep zou zijn. Ik ga nu de belangrijkste factoren overlopen die volgens ons leiden tot een vertekening van het aantal knelpuntberoepen. Dus het eerste factor heb ik al kort aangehaald, het marktbereik van de VDAB. Nu, hoe kunnen we dat oplossen? We kunnen moeilijk, denk ik, de ondernemingen dwingen om vacatures te publiceren op de website van VDAB. Wat er eventueel wel kan gebeuren, is om dus meer gebruik te maken van de VDAB-databank. Dus nu gebruiken we maar, denk ik, een goede 10% van de vacatures van de VDAB-databank. Dat ligt vooral aan de kwaliteit van de informatie die over die vacatures in die databank zit. Bijvoorbeeld de vacatures die aangemeld worden door de werkgever zelf en die enkel beheerd worden door de werkgever. Daarvoor is er niet voldoende informatie voorhanden om die te gebruiken in de studie van de knelpuntberoepen. Dus door de kwaliteit van die vacatureinformatie te verbeteren, kan er al een groot pak meer vacatures gebruikt worden in de studie. Wat dus een grotere representativiteit zou kunnen geven aan die studie. Anderzijds kan er ook overwogen worden, als we kijken naar het buitenland, zijn er vaak grootschalige bevragingen van werkgevers over hun vacatures. Een extra bevraging is natuurlijk altijd ook een extra last voor de ondernemingen. Daarom kan er misschien overwogen worden om bestaande enquêtes te gebruiken, om extra vragen te stellen. We dachten in eerste instantie aan de ATSEI-enquête, enquête afgenomen door ATSEI, die trimestrieel afgenomen wordt. Dat is een vacature-enquête die voorkomt uit een Europese verplichting. Momenteel is die enquête zeer beperkt. Ik denk dat die maar uit 1 of 2 vragen bestaat. Dus het kan overwogen worden om die uit te breiden. Er is natuurlijk steeds een overweging tussen enerzijds de vergroting van de administratieve last en anderzijds de informatie die je kunt winnen uit zo'n extra bevraging. Als we dan kijken naar de criteria zelf, de 2 echte knelpuntcriteria die vandaag bestaan, daar is er wel wat verfijning in mogelijk, volgens ons. Dat criterium die de annuleringen meet van de vacatures, eigenlijk meet die alle annuleringen, maar er wordt geschat dat 1 op de 5 annuleringen van de VDAB-databank annuleringen zijn wegens een gebrek aan kandidaten. Dus 4 op de 5 van de annuleringen die zouden daar weinig mee te maken hebben. Nu, tot 2012 viel VDAB die cijfers bij. Vandaag weten we dat eigenlijk niet. Maar dit op zich kan tot een serieuze vertekening leiden van een heel aantal beroepen die annuleringen hebben die niet te weten zijn aan een gebrek aan kandidaten. Ik denk bijvoorbeeld vacatures die gewoon wegvallen, die niet meer nodig zijn. Daar hebben we eigenlijk geen zicht op. Dus dat criterium meet eigenlijk niet wat het zou moeten meten op dit moment. Het criterium van de looptijd. Hier gaan we eigenlijk vacatures van verschillende beroepen gaan vergelijken op basis van de looptijd, waar we eigenlijk al weten dat van nature uit voor bepaalde beroepen een vacature langer gaat openstaan of een werving langer gaat duren. Dat spreekt voor zich. Dus ook daar hebben we toch een bepaalde verfijning nodig. Het criterium meet eigenlijk niet wat het zou moeten meten. Nu, anderzijds kunnen we op basis van de bestaande 3 criteria ook al een verstrenging inbouwen, waardoor dat de groep knelpuntberoepen kleiner zou worden. Een eenvoudige aanpassing is het om het aantal minimumvacatures te verhogen. 9 vacatures is wel zeer weinig. Er moeten maar 1 of 2 bedrijven zijn die een aantal vacatures invoeren om dat een criterium te kunnen voldoen. Dus als je dat aantal verhoogt, is een vrij eenvoudige ingreep om het aantal knelpuntberoepen te verlagen. In de looptijd kan er in plaats van om te vergelijken met de mediane looptijd van alle beroepen, kan er gewerkt worden met kwartielen. Dat zijn bepaalde statistische aanpassingen die eenvoudig kunnen doorgevoerd worden om het aantal knelpuntberoepen te verkleinen en om meer te focussen op welke beroepen in feite de grootste structurele problemen zijn. Het laatste belangrijke punt dat ik hier zou willen aanhalen is de kwalitatieve raadpleging, dus de ronde die gedaan wordt bij de sectoren en de VDAB-experts. We zien eigenlijk dat van de 205 knelpuntberoepen meer dan de helft niet gebaseerd is op een kwantitatieve benadering. Dus dat zijn allemaal beroepen die toegevoegd worden bij de kwalitatieve ronde.
Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat die raadpleging niet nuttig kan zijn. Ik denk dat die er zeker altijd moet zijn. Maar uiteindelijk is een knappenbroek maar een knelpunt als de werkgever dat ook op die manier ervaart. Maar wij pleiten toch dat die raadpleging eerder aanvullend zou zijn. Om toch minimum een soort kwantitatieve drempel in te bouwen, zodanig dat we toch zeker zijn dat die knelpuntberoepen, dat daar ook cijfermateriaal achter zit. Anders komen we toch tot een gebrekkige onderbouwing van bepaalde knelpuntberoepen, in dit geval meer dan de helft van de knelpuntberoepen. Tot zover over de methodologie en bepaling van de knelpuntberoepen. De VDAB probeert ook de oorzaken te achterhalen van de knelpuntberoepen in de studie. Nu hier opnieuw, ik denk dat dat een zeer goede praktijk is. Je kunt maar knelpuntberoepen remediëren als je weet wat de oorzaken zijn, dat spreekt voor zich. Momenteel onderscheidt VDAB drie oorzaken. Een kwantitatief tekort, dus te weinig kandidaten, te weinig uitstroom uit het onderwijs voor een bepaald beroep. Een kwalitatief tekort, er zijn wel voldoende kandidaten, maar die bezitten niet de juiste competenties die specifiek nodig zijn voor een bepaald beroep. En ten derde, de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Een te laag loon, onregelmatig arbeidsuren, fysiek zwaar werk. Dat is de driedeling die VDAB momenteel onderscheidt. Dus elk knelpuntberoep op de lijst wordt ingedeeld bij één of meerdere van die oorzaken. Nu, als we dat nader bekeken hebben, dan merken we daar toch een aantal problemen in die driedeling. Ten eerste, de onderbouwing van die driedeling, dat is gebaseerd op de opinies van experten, opnieuw waardevol. Maar we merken toch dat sommige van die beroepen daar toch wel wat meer doorgedreven onderzoek zou moeten gebeuren eigenlijk, als we dat echt willen remediëren. Omdat dat op een bepaalde manier toch te weinig onderbouwd is en te individueel afhankelijk die bepaling. Daarmee samenhangend is er dan ook te weinig diepgang soms. Dus we kunnen dan zeggen van goed, er is te weinig uitstroom voor bepaalde studierichtingen. Er zijn kwalitatieve tekorten, maar goed, waarom zijn die tekorten er? Waarom wordt er te weinig een bepaalde studierichting gevolgd? Waarom zijn er te weinig sollicitanten in dat bepaald beroep? Daar weten we te weinig over. Er is te weinig informatie over. En ten derde, die driedeling is er voor een stuk gekomen om het bevattelijk te maken. Maar anderzijds gaan we dan toch voorbij aan een aantal andere relevante oorzaken. Bijvoorbeeld geografische mobiliteit. Bepaalde vacatures in één provincie gaat niet meer zomaar ingevuld worden door iemand die in een andere provincie woont. Daar zijn bepaalde factoren die spelen. Ik denk bijvoorbeeld aan het wervingsbeleid van een groot bedrijf of een klein bedrijf. Kan ook een rol spelen in de snelheid van de invullingen van de vacature. Het ene bedrijf gaat gemakkelijk een ingenieur vinden, het andere bedrijf minder gemakkelijk. Loopt het door het feit van bijvoorbeeld bedrijfsimago of het wervingsbeleid. Het zijn een aantal factoren die nu minder in rekening worden genomen in de studie, maar die zeker wel een rol spelen. Dus wat we hier eigenlijk aanbevelen, is vrij voor de hand liggend. Eigenlijk is er op dat gebied wel wat bijkomend onderzoek nodig, beroeps- of sectorspecifiek. Vooral als de groep knelpuntberoepen kleiner zou worden, als we meer zouden focussen op structurele knelpuntberoepen, zal die taak minder groot worden misschien en zal dan eerder een stap kunnen gezet worden naar specifiek onderzoek naar belangrijkste knelpuntberoepen. Ik denk bijvoorbeeld aan verpleging, ingenieurs enzovoort. Het laatste punt ik hier zou willen aanhalen over ons rapport zijn de arbeidsmarktprognoses. De knelpuntenlijst die elk jaar verschijnt, die verschijnt eigenlijk altijd een jaar na datum. Dus het handelt altijd over het jaar voorheen, knelpuntenlijst 2014, handelt over de vacatures ontvangen in 2013. Dus eigenlijk komen daar wij altijd een beetje achterop. Als we dan kijken naar de remediering, als we willen inspelen op een andere studiekeuze, een veranderend opleidingsaanbod, dan gaan we altijd een beetje achterop blijven lopen. Dus we komen dan sowieso al een jaar achter. Daarom is er eigenlijk nood aan prognoses over ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Nu, prognoses zijn altijd een toekomst, een beetje een hok in de toekomst. Maar aan de andere kant denk ik niet dat we zonder kunnen. We kunnen altijd bepaalde premisses hanteren die dan kunnen veranderen als we regelmatig die prognoses herhalen. Nu, wij veranderen is er langer tijd niets geweest daaromtrend. Maar sinds 2010 in het werkgelegenheids- en investeringsplan is VLAMT opgericht, het Vlaams arbeidsmarktonderzoek voor de toekomst. En dan is er eigenlijk werk gemaakt van die prognoses, of toch een start gemaakt. In dat programma zijn er drie onderdelen. Er is de SERF-competentiedatabank. Op zich is dat een goede praktijk. Die databank kan goed werken als die goed gevoed wordt. Maar eigenlijk heeft die databank weinig voorspellende waarde. Dat is eigenlijk meer een vinger aan de pols als de werkgevers die databank goed voeden. Maar een voorspellende waarde heeft die databank niet. Als we kijken naar de kwantitatieve projecties, die worden momenteel uitgevoerd door het steunpunt WSE.
die hebben daar ook werk van gemaakt. Maar er zijn een aantal methodologische struikelblokken daar die ervoor zorgen dat vooral de uitbreidingsvraag in de toekomst, dus de economische uitbreidingsvraag, dat die moeilijk kan berekend worden. Het voornaamste knelpunt daar is eigenlijk dat wij momenteel in Vlaanderen eigenlijk onvoldoende data hebben op beroepsniveau. Dus wij kunnen dat momenteel eigenlijk niet berekenen. Als ik kijk naar het derde punt, de kwalitatieve prognoses, die worden momenteel uitgevoerd via sectorale focusstudies. Dus de overheid gaat daar een deel van die studies subsidiëren, maar die moeten uitgevoerd worden door de opleidings- en vormingsfondsen. Momenteel zijn er iets meer dan 30 van zulke fondsen. En ik denk dat er vandaag 13 of 14 studies, dergelijke studies uitgevoerd zijn. Dus we zien al dat er meer dan de helft van die fondsen eigenlijk nog geen zo'n studie hebben uitgevoerd. Dus momenteel in zaken die te maken van die arbeidsmarktprognoses, we hebben daar wel een start gemaakt hier in Vlaanderen, maar er is wel nog wat werk. Dus wij adviseren eigenlijk om die prognoses sterk verder te ondersteunen en om een aantal vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, goed, op middellange termijn of op lange termijn, hoe gaan we die studies blijven ondersteunen? Hoe gaan we die andere sectorfondsen mee in het verhaal krijgen? Hoe gaan we die financieel ondersteunen? Hoe gaan we die inhoudelijk ondersteunen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die studies benut worden en op regelmatige basis uitgevoerd? Als algemene conclusie van onze kant denk ik dat er wel wat arbeidsmarktinformatie voorhanden is, dat de VDAB die wel uitvoert, maar dat we toch graag zouden adviseren om die studie verder uit te diepen en om die grondiger te onderbouwen. Nu, de Vlaamse minister van Werk heeft een antwoord geformuleerd op onze audit op 29 augustus 2014. Maar ja, misschien onhoorlijk laat ik dat beter over aan de minister zelf om te antwoorden. Ja. Voilà. En dan maken we naadloos de overgang naar de reactie van de minister die zich inderdaad voorbereid heeft. Uiteraard, en zoals net al gezegd, op 29 augustus ook de kans heb gekregen om aan het rekenen of al een reactie te geven. Nu, ik vind wel belangrijk, het eerste punt al, is dat, en dat is ook hier vandaag al weergegeven, dat is dat er appreciatie is ten eerste over wat de VDAB op vandaag al doet en hoeveel dat de gegevens die vandaag gemaakt worden ook al gebruikt worden door diverse bronnen. Tweede, de openheid rond de methodologie. Ik vind dat vanzelfsprekend, maar het is toch mooi dat het op die manier naar voren komt. En als Strekenhof daar ook nog die opmerking rond maakt, zoals daar net nog is gebleken, dan lijkt dat toch de goede manier van doen. Dat die zaken voor verbetering vatbaar zijn, is ook vanzelfsprekend. Dus er zijn zeker een aantal pijnpunten die, of verbetermogelijkheden die door het Rekenhof naar voren zijn gebracht. Ik wil wel zeggen dat de VDAB al gestart was met een herziening van zijn methodologie of een oefening rond de herziening van methodologie voor de oefening van het Rekenhof. De input die het Rekenhof heeft gegeven helpt ons daarbij zonder twijfel. Maar het was niet zo, zoals nooit bij de VDAB, dat we stilstonden en aan het wachten waren op. We gingen het sowieso, we waren er al mee bezig. En in essentie, en dat is gisteren besproken geweest in de Raad van Bestuur van de VDAB, zijn er een aantal dingen die we willen doen. De methodologie zal een deel aangepast worden, maar als jullie het goed vinden, dan zal ik zelfs het woord geven aan meneer Van Sina om te zeggen wat er juist gebeurt naar de methodologie toe, welke aanpassingen er gebeuren. Het is eigenlijk op twee vlakken en dat gaat dan sterk in op wat het Rekenhof naar voren heeft gebracht. Namelijk de sterkere cijfermatige aanpak en de input van de sectoren wordt aangepast, zodanig dat daar de kritiek die ook vanuit het Rekenhof komt, dat daar een antwoord op wordt gegeven. En ten tweede, en dat was eigenlijk het tweede grote blok vanuit het Rekenhof, zal er ook meer diversificatie komen in de knelpuntberoepenlijst in functie van de beleidsdoelstellingen. Daarnet werd gezegd, er zijn drie oorzaken en dat is niet altijd even relevant. We gaan daar effectief ook een wijziging aan doen, maar dat zal door meneer Van Sina zelfs ook toegelicht worden. Stappen die we ook naar de toekomst nog verder willen nemen, zijn stappen rond effectief de cruciale zwakheden, met name de basisgegevens die te beperkt zijn en het werken met de data van het afgelopen jaar. Maar dat is iets langere termijnplanning. Ik denk dat we, en ik ben het daar ook mee eens met Rekenhof, we hebben daar een eerste stap in gezet. En als ik kijk naar, en daar willen we zeker verder op blijven inzetten, met Competent, de SERF-databank van de competenties, zijn we op dit moment nog altijd uniek in Europa.
Ik denk dat dat mag blijven onderstreept worden. Ondertussen heeft Malta en wellicht binnenkort Zweden en Duitsland ons systeem heeft al overgenomen en zal gaan overnemen, omdat het juist uniek is. Maar we moeten daar ook, en dat is ook terecht gezegd, dat moet actueel blijven en ook verder uitgediept worden. Dat moet eigenlijk een kennis worden die continu is. En op zich is het natuurlijk niet het doel, en Trekenhof heeft daar gelijk van competent, om ervoor te zorgen dat we een toekomstvoorspelling kunnen maken. Maar je gaat wel trends kunnen zien, ook daar naar de competenties die in beroepen mogelijk zijn. Dus naar dat element, daar willen we zeker, en dat denk ik is de eerste prioriteit, dat we blijven inzetten in het verder uitbouwen van die competentiedatabank. Dat we daarnaast ook gaan kijken wat de mogelijkheden zijn van data mining, met het oog op het identificeren van trends, lijkt mij ook een goede zaak. En dan, we hebben die sectoronderzoeken, er zijn er, ik dacht, 11 op 33, dat we daar kijken met sectoren die daar geïnteresseerd in zijn om dat verder te zetten, lijkt mij ook een mogelijkheid. Maar ik stel voor, Willem, dat jij even dieper ingaat, als dat voor jullie goed is, naar wat we aan wijzigingen voorstellen aan de Raad van Bestuur van de VDAB. Goedemiddag iedereen. Zoals gezegd, erkennen we ons ook als VDAB een stuk in de kritiek van het Rekenhof. Die mensen die onze jaarlijkse studie kennen, gaan ook heel veel, een aantal van die kritiekpunten daar in zien terugkomen. Het opstellen van die jaarlijkse knelpuntenlijst is voor ons altijd een zeer, zeer moeilijke evenwichtsoefening, waar we ons moeten baseren op onze eigen vacaturedatabank, onze eigen data, waar we beter dan wie ook kennen, wat dat daar de beperkingen van zijn. En anderzijds het absoluut cruciaal vinden dat we de input van de sectoren daarbij integreren. Het zijn sectoren en de bedrijven die hun beroepen en de recruteringsproblemen het beste kennen. Maar we beseffen ook dat hoe meer beleidsmaatregelen afhankelijk worden van die knelpuntenlijst, hoe meer belang die bedrijven, die sectoren hebben om beroepen op die knelpuntenlijst te krijgen. Dus het is daar altijd een moeilijke evenwichtsoefening. Dat er steeds meer beleidsmaatregelen op die knelpuntenlijst worden gebaseerd, bewijst wel dat die lijst vandaag zijn meerwaarde heeft. Maar het kan, zoals het Rekenhof ook terecht aangeeft, absoluut nog beter. Daarom hebben we gisteren een voorstel aan onze Raad van Bestuur voorgelegd om verder werkend op de oude methodologie, aan de bestaande methodologie een aantal fundamentele wijzigingen door te voeren om onze aanpak daar een stukje te versterken. Onderdelen van die nieuwe methodologie, en je zult daar heel wat van de pijnpunten die het Rekenhof aanhaalt in herkennen, is dat we het minimum aantal vacatures die we gaan vereisen voordat een beroep op de knelpuntenlijst terecht kan komen, dat we dat zullen optrekken. We zullen ook bestaande indicatoren uitbreiden, versterken, zodat we meer vacatures in de VDAB-databank, dus niet enkel de vacatures meer die actief door de VDAB-consulenten bemiddeld worden, kunnen meenemen in de oefening. En we zullen ook ervoor zorgen dat een advies van de sector alleen nooit meer kan volstaan om een beroep op de knelpuntenlijst te zetten. Dus dat we altijd, wanneer dat we een vraag krijgen van de sector om een beroep toe te voegen, dat we altijd nog meer dan in het verleden een stukje gaan kijken of dat we die vraag van de sector een stukje in onze cijfers kunnen bevestigd zien. We zijn op dit moment ook volop bezig met de oefening om binnen die lijst de oorzaken een stukje scherper te kunnen stellen, om het gewicht van een knelpuntberoep of de prangendheid van een knelpuntberoep over beroepen heen een stukje beter ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen. En die oefening zal de komende maanden ook in samenspraak met de sociale partners en met de sectoren worden gefinaliseerd. Dus we zullen eigenlijk vanaf de aanpak voor de knelpuntenlijst vanaf dit jaar een stuk aan heel wat van de kritiekpunten van het Rekenhof tegemoetkomen. Waar we niet volledig in zullen meegaan, of waar we een stukje een andere visie hebben, is dat we niet van plan zijn om drastisch te snoeien in het aantal knelpuntberoepen dat we onderscheiden. Het kritiekpunt daar van het Rekenhof is terecht dat je voor een aantal beleidsmaatregelen je moet focussen op een heel beperktere set aan hardnekkige structurele knelpuntberoepen
Ik denk dan bijvoorbeeld aan toelaten van werkzoekenden om opnieuw binnen onderwijs hogere studies aan te vatten, wanneer dat je grote nieuwe opleidingscampussen als VDAB gaat opzetten of wanneer dat je migratiemaatregelen aan de knelpuntenlijst zou koppelen, dan wil je er absoluut zeker van zijn dat op het moment dat je vandaag bijvoorbeeld een werkzoekende toelaat om een professioneel bachelorstudie te starten, dat beroep waarop die studie gericht is, dat ook over 3-4 jaar, wanneer iemand dan zijn diploma behaalt, dat nog altijd een knelpuntberoep is. Dus dat betekent eigenlijk dat we binnen de knelpuntenlijst veel meer onderscheidingen gaan aanbrengen en eigenlijk op basis van harde cijfers een beperkte, hardnekkige knelpuntenlijst gaan opstellen, waardoor we een aantal beleidsmaatregelen of dat zal maar zeggen dat het beter is dan de uitgebreide knelpuntenlijst vandaag, om een aantal duurdere, intensievere beleidsmaatregelen op te baseren. Daarnaast blijven we wel vasthouden aan een uitgebreide inventaris van alle matchingsproblemen op de arbeidsmarkt, voornamelijk voor intern gebruik. Als VDAB hebben we de opdracht om op alle matchingsproblemen, op alle recruteringsproblemen in te spelen, ook al gaat dat over heel kleine nicheberoepen binnen de bijvoorbeeld de binnenscheepvaart of de dentaaltechnische bedrijven. Dus vandaar dat we ook een uitgebreide lijst willen behouden, maar dan voornamelijk voor intern gebruik. Zoals Rekenhoekhoff aangeeft en de minister ook al gezegd heeft, is eigenlijk het voorstel dat we gisteren aan onze Raad van Bestuur hebben voorgelegd eigenlijk maar een eerste stap. We hebben daar eigenlijk nog heel veel, we hebben daar nog wel wat werk voor de boeg om tot de optimale knelpuntenlijst te komen. Vandaag, zoals Rekenhoekhoff terecht aangeeft, we baseren op onze vacatures van het afgelopen jaar. Dus we kijken eigenlijk naar vandaag en het verleden om te bepalen wat dat de knelpuntberoepen zijn. Wat dat we absoluut behoefte aan hebben, is een beter zicht op wat dat de knelpuntberoepen voor morgen zullen zijn. Moesten we vandaag data hebben over het aantal werknemers per beroep en per leeftijd, zodat we heel exact kunnen bepalen binnen welke beroepen dat daar de vergrijzing het hardst gaat toeslaan, zouden we een veel toekomstgerichtere knelpuntenlijst kunnen maken dan dat we dat vandaag kunnen doen. Jammer genoeg is die data vandaag nergens beschikbaar. Vandaar dat we de afstemming die we afgelopen najaar hebben gedaan in functie van de nieuwe knelpuntmethodologie bij de sectoren, bij de vormingsfondsen, bij de werkgeversfederaties, bij de vakbonden, hebben aangegrepen om eigenlijk de sectoren ook uit te nodigen om hun data, om inspanningen, om cijfers te verzamelen, wat de sectoren in het kader van Vlamt ook op eigen initiatief mee bezig zijn om de vergrijzingsproblematiek binnen hun sector, binnen hun bedrijven in kaart te brengen, om die oefeningen met ons te delen, om daar onze cijfers, onze inspanningen te bundelen, om daar stapsgewijs op die manier verder te werken aan een veel toekomstgerichtere knelpuntenlijst. En daarnaast, maar dat heeft de minister ook al aangestipt, we zijn bezig met het exploreren van de data die uit werken met competenties voortkomen. Ook dat zal ons toelaten om op de knelpuntenlijst structureel te verbeteren en verder te verfijnen. Dus we herkennen ons in de kritiekpunten van het Rekenhof. We hebben gisteren een voorstel aan onze Raad van Bestuur voorgelegd, waar we eigenlijk op heel veel van die meer technische, cijfermatige aspecten problemen van de huidige methodologie ingaan. En we zijn bezig, we zullen de komende jaren intensief bezig zijn om te kijken hoe dat we die aanpak nog naar de toekomst toe verder kunnen verfijnen, zodat we eigenlijk een optimale knelpuntenlijst, een optimaal beleidsinstrument, een optimale basis eigenlijk voor evidence-based beleid kunnen maken. Dan dank ik meneer Van Sina, de minister, en de sprekers van het Rekenhof voor hun inbreng. Voor we de discussie starten, moeten we nog een verslaggever aanduiden. Wie voelt zich geroepen? Ik zou graag mevrouw Kerbach voordragen. Ik zie dat collega Kerbach heel enthousiast is. Bij deze collega Kerbach, bent u verslaggever. Zijn er mensen met vragen of opmerkingen? Wie gaat eerst? Vragen of opmerkingen? Wie gaat eerst?
Collega Vermeulen. Gewoon een korte vraag. Ik kom zelf uit een sector waar heel veel knelpuntberoepen in zitten, onder andere de grafische sector. Ik was daar ook verantwoordelijk voor het invullen van vacatures op het moment dat er vervangingsopdrachten moesten komen. Als wij een vacature moesten invullen van onbepaalde duur, was dat geen probleem. Maar als wij vacature moesten invullen van bepaalde duur, ik denk vervangingsopdrachten van zwangerschap voor 3 maanden of zo, stonden wij meestal voor een muur en vonden wij geen personeel. En dat was zeer moeilijk, en zeker in een sector waar 's morgens een bestelling binnenkwam en 's avonds een bestelling buiten moest. Dan vandaar mijn vraag, in welke mate wordt binnen de methodologie contracten van bepaalde duur opgenomen binnen het specifiek segment van vacatures die in aanmerking komen voor de knelpuntberoepen? We spreken van 100.000 vacatures van de 707.000 die in overweging genomen worden om de knelpuntberoepen te kunnen bepalen. Maar zitten dan er ook dan de vacatures in van bepaalde duur of zijn dat enkel vacatures van onbepaalde duur? Want dat zou natuurlijk wel een grote weerslag kunnen hebben voor bepaalde sectoren die met die problematiek te maken hebben. Goed, we gaan alle vragen bundelen en dan van hieruit gecoördineerd trachten te antwoorden. Collega Kerbach. Dank u, meneer de voorzitter. Ik wil in eerste instantie het rekenhof danken voor het geleverde werk. Het is inderdaad zeer belangrijk om een goed zicht te hebben op de werking van onze arbeidsmarkt en zeker op de knelpunten op die arbeidsmarkt. En zeker als je weet hoe dat die knelpuntenstudies ook van de VDAB, de populariteit ervan, niet alleen in de media, maar ook in het arbeidsmarktbeleid, dan is dat wel heel belangrijk dat daar zowel de representativiteit als de kwaliteit van de informatie wordt verhoogd. Dus ik ben ook tevreden, meneer de minister, dat u die aanbevelingen ook al meteen hebt ter harte genomen. En dat de VDAB ook al te kennen heeft gegeven hun methodologie te willen verfijnen. Ik heb naast de aanbevelingen van het rekenhof een viertal meer informatieve vragen nog. De eerste die heeft te maken met het verbreden van de vacaturebasis, zou ik maar zeggen, of het verbreden van de representativiteit. Als ik het goed begrepen heb, zegt de VDAB, we gaan nog onze samenwerking met de sectoren nog intensifieren. En dat is nuttig, denk ik, om zicht te hebben op wat zijn de verschillende knelpuntvacatures die we moeten meenemen in onze studie. Wat dan natuurlijk ook nuttig is, is om te kijken, het is niet alleen de VDAB die vacatures invult. De private arbeidsbemiddelaars doen dat ook. En dan is de vraag van, is daar ook een samenwerking gepland met de private arbeidsbemiddelaars om samen met hen te kijken hoe loopt de invulling van hun vacatures? Ten meer omdat het rekenhof toch ook wel signaleert dat soms vacatures worden geannuleerd omdat ze ingevuld zijn. Maar dan weten we, en dat is dan misschien ook via een private arbeidsbemiddelaar gebeurd, dus dat kan, denk ik, nuttige informatie geven. En als ik me goed herinner, er is wel een soort samenwerkingsverband met de private arbeidsmiddelen op dat vlak. Ten tweede, een vraag. In het rapport, op pagina 25, wordt aangegeven dat de mate waarin de VDAB zelf contact opneemt met de werkgever soms de invulling kan versnellen. Of bijvoorbeeld om samen een oplossing te zoeken. Maar wat dat mij wel opviel, is dat dan, als het klopt, als ik het goed gelezen heb, dat wat de knelpuntvacatures betreft, 1 op 2, maar voor 1 op 2 van de knelpuntvacatures, de VDAB zelf proactief contact opneemt met de werkgever. En dan denk je dat het nuttig is, 1, om te weten van, voor de vacatures waar men effectief dan contact heeft opgenomen, heeft dat invulling versneld. Dus heeft dat gezorgd voor een verbetering. Als dat zo is, dan denk je dat we dan systematischer moeten doen en moeten streven dat men dat ook doet voor, in de mate van het mogelijk, zoveel mogelijk knelpuntvacatures. En hoe komt het dat dat maar 1 op 2 is? Heeft dat te maken met capaciteit of is er een andere reden? Derde vraag heeft te maken met competent. Hebben wij een zicht op het aandeel van beroepen en beroepsgroepen die momenteel gedekt zijn door competent? Dat is een eerste vraag. En ten tweede,
Is het de bedoeling om op termijn ook competentiegericht ook te werken in de knelpuntanalyses? Want we werken nu met knelpuntberoepen, maar er zijn competenties die van nut zijn of gevraagd worden in verschillende knelpuntberoepen. En zeker als men toch weer proactiever of ook meer naar de toekomst toe wil werken, denk ik dat het wel van belang is om de knelpuntcompetenties meer in kaart te brengen, omdat je dan die afstemming kan doen met het onderwijs, omdat je dan op die manier ook in de beroepsopleidingen ook van de VDAB, heb je dan ook een win-win, want als je met een knelpuntcompetentie verschillende knelpuntberoepen kan invullen, denk ik dat we wellicht ook op dat vlak wel wat verbeteringen kunnen bewerkstelligen. Zo, dat waren mijn vragen. Dank u. Goed, nog collega's? Dank u wel, voorzitter. Ook namens ons proficiat aan het Rekenhof voor de studie, want ik denk dat ze toch wel zeer verhelderend was. En de snelheid waarmee gereageerd werd toont aan dat een aantal aanbevelingen zeker hun nut hadden. En ik denk dat die knelpuntenanalyse, die informatie, die is voor de arbeidsmarkt cruciaal. Cruciaal omdat werkgevers die met vacatures zitten en ze niet ingevuld krijgen structureel, dat is niet alleen een frustratie voor die werkgever, dat is een gemiste kans voor mogelijke werknemers, maar dat is ook een rem op onze groei en op onze economie. Dus we zitten hier met een instrument dat zeer belangrijk is. En op een van uw eerste slides hebt u getoond wat de verspreiding ondertussen is en het gebruik van de knelpuntberoepenanalyses. En dat is toch wel indrukwekkend. Dus vandaar onderschrijf ik zeker het belang van die analyse. En ben ik blij dat men inderdaad ook naar die verfijning gaat op diverse terreinen. Ik heb een aantal vragen of opmerkingen. Mijn eerste vraag was, u hebt kort even op een gegeven ogenblik gerefereerd naar buitenlandse voorbeelden. En daar zou ik misschien van u eens wat een meer ruimere toelichting krijgen in hoeverre dat u bij de analyse ook bent gaan kijken over de landsgrenzen heen. Ik denk dat wij een zeer performante metingsinstrumentarium hebben, maar zijn er landen die het nog anders doen, die het beter doen, die het... dat zou misschien toch wel nuttig zijn om daar eens naar te kijken en om daar eventueel zaken uit op te nemen. U had daar heel kort naar verwezen, denk ik, in uw toelichting, maar dat zou me wel benieuwen om daar wat meer over te vernemen. Ten tweede, ik ga het niet zozeer hebben over de technische aspecten van de methodologie. Daar ben ik zelf iets minder in bedreven, moet ik zeggen. Maar wat me wel bijzonder interesseert, dat is die oorzaakbepaling. En daar hebt u ook terecht van gezegd dat hij eigenlijk nog wat in zijn kinderschoenen staat. Er zijn drie grote oorzaakgroepen die u daar aanhaalt. En daar is het misschien nog eens nuttig om te kijken van hoe zou daar concreet, want eigenlijk ja, dat steunt voor een groot deel op bevraging bij sectoren, bij werkgevers, bij arbeidsbemiddelaars, bij experten. Of we daar niet op een of andere wijze een wat meer gestructureerde aanpak zouden kunnen hebben. U legt wel de vinger op de wonden, maar ik zie niet onmiddellijk de oplossing. Ik zie dat eerder een vraag naar VDAB ook. Uiteraard dan graag dat zij daar dan op reageren. Want natuurlijk, als de oorzaken gekend zijn waarom een vacature structureel blijft openstaan, kunnen we daar ook eerder op inspelen. Mijn derde vraag gaat ook, net zoals collega Kerbach, naar de Competent Databank. Dat is een zeer mooi initiatief. Ik heb er persoonlijk iets minder zicht op vandaag hoe ver dat nu concreet staat en hoe dat in de praktijk daadwerkelijk gebruikt wordt. Misschien dat daar nog een woordje uitleg bij kan gegeven worden. Maar ik merk daar toch vanuit het Rekenhof een wat kritische vraag bij, naar niet bij de databank zelf natuurlijk, maar bij de vraag of dat in het kader van het vaststellen van knelpuntberoepen, of dat daar een voorspellende waarde uit kan gehaald worden. En dat is misschien toch nuttig, omdat we toch enorm willen inzetten op die competenties en die databank en eerder kijken naar welke kwalificaties en competenties missen wij op de arbeidsmarkt en waar moeten wij op inzetten, eerder dan lijsten van beroepen te gaan maken.
Dus dat is toch wel belangrijk dat ik daar misschien nog van u eventueel nog een woordje uitleg zou kunnen krijgen. En tenslotte, misschien een vraag naar meneer de minister. Dat is dat die knelpuntenlijst, wel, laten we zo zeggen, als er vacatures zijn die structureel niet worden ingevuld, werkgevers, hoop ik dan toch, gaan zoeken tot ze die mensen hebben. En desnoods buiten de landsgrenzen. Hè. En dan zijn er vormen van tewerkstelling die we misschien minder interessant vinden, zoals detacheringsvormen die wat eerder dubieus van aard kunnen zijn op sommige momenten. En u hebt in uw beleidsnota ook gezegd dat u gaat inzetten op de economische migratie, arbeidsmigratie. Ik onderschrijf dat volledig. Maar daar zal natuurlijk die knelpuntenlijst ook belangrijk zijn. Daar werkt men op vandaag, voor zover ik weet, nog altijd met de lijst van 2006. Ik denk dat we daar ook dringend aan een actualisering toe zijn. En misschien even de link bespreken tussen de studie vandaag en hoe dat zich naar dat versterkt inzetten op economische migratie, arbeidsmigratie, kan vertalen. Dank u. Dank u wel, meneer Hofkens. Mevrouw Talp. Dank u wel, voorzitter, minister, geachte aanwezigen van het Rekenhof, VDAB en collega's. Het aanpakken van knelpuntberoepen moet een absolute prioriteit zijn en het is positief dat de minister en de VDAB bereid zijn om heel wat elementen mee te nemen en aan te pakken en vooral ook naar meer selectiviteit te streven binnen de knelpuntenlijst en die zo upgedate mogelijk en actualiseerd mogelijk te willen maken. Nu, inhoudelijk vonden we in het advies vooral de aanbeveling belangrijk dat de inschatting van het aantal knelpuntberoepen te ruim is. En ook hier hoor ik dat jullie de stelling less is more willen volgen, wat wij uiteraard graag horen. Nu, we kijken uit naar het meer concreet uitgewerkt voorstel van de VDAB om tegemoet te komen aan die aanbevelingen van het Rekenhof. En ik begrijp dus dat er ook al gesprekken met de sector gepland zijn. Dus ik had graag vernomen van jullie of er al een timing vooropgesteld is voor de concretisering eigenlijk van de aanpassingen. En als laatste nog enkele vragen. Zullen de nodige impulsen gegeven worden om het aantal sectorfondsen uit te breiden die focusstudies uitvoeren? En wanneer zal er informatie beschikbaar zijn over het resultaat van de lopende focusstudies? Want we lezen in het antwoord van de minister dat er momenteel 8 van de 11 rapporten opgeleverd zijn. Wanneer volgen de 3 andere? Graag wat toelichting. Dank u. Dank u wel, collega Talpe. Collega Van Malderen. Dank u, voorzitter. Ik heb een paar bedenkingen en misschien zelfs een suggestie. De eerste... Ik zie een verrassing. Dat is altijd goed. De eerste gaat eigenlijk... vertrekt vanuit een nogal verbazing van mijn kant, eerlijk gezegd. Als ik de reactie van de VDAB hoor, dat men op vandaag... En ik parafraseer u, ik wil u geen woorden in de mond leggen die u niet bedoeld heeft, maar dat u zegt van eigenlijk hebben we onvoldoende zicht op de vervangingsratio, op de vergrijzingsproblematiek, om daar goede voorspellingen rond te doen, om knelpunten in de toekomst te voorspellen. Dat is wat ik net heb gehoord. Dat verbaast mij eerlijk gezegd nogal en daarom dat ik er graag meer uitleg zou rond hebben, omdat we natuurlijk op macroniveau wel de studies van bijvoorbeeld professor Sels hebben, dat we op mesoniveau, op sectorniveau, heel wat sectorfondsen en organisaties hebben die vrij gedetailleerd die leeftijdspyramides in kaart kunnen brengen. Je hebt de NAC-databank, je hebt de RSZ die in principe zouden kunnen gelinkt worden. Dus ik vraag me eigenlijk af, wat zijn de kritische factoren om wel die voorspelbaarheid te gaan realiseren? Om te zeggen van kijk, dit is als er een gelijke instroom blijft binnen x aantal jaar een probleem afgaande op de vervanging die we plannen. Meneer minister, u kijkt verbaasd, maar het was dezelfde verbazing die ik had toen ik de reactie gehoord heb. Maar als daar uitklaring komt... des te beter, maar ik vraag me eigenlijk af, wat hebben we nodig om wel die voorspelling met een zekere accuraatheid, zonder dat je dat natuurlijk allemaal in detail zal kunnen gaan doen, al is het maar omdat dat ook evolueert, naamgeving van beroepen, functieinhouden enzovoort wijzigen ook. Dus ik kijk daaruit naar de verduidelijking, maar ik was in eerste instantie eerlijk gezegd nogal verbaasd. Bij de vaststelling dat blijkbaar als een probleem
wordt ervaren. Twee, zou ik willen stilstaan bij wat daarnet ook is aangehaald door een van de vorige sprekers. We moeten natuurlijk kijken waarom we dit debat doen. De aanleiding is uiteraard het geapprecieerde rapport van het Rekenhof. Maar we doen dit niet vanuit een academische bekommernis over de arbeidsmarkt. Het moet gaan om een vlot draaiende arbeidsmarkt te hebben. Het moet ons gaan om een oplossing te bieden aan we zijn heel vaak bezig over de crisis, maar de onderliggende problemen van onze arbeidsmarkt zijn daarmee niet weg. Het feit dat je aan de ene kant een schaarste hebt, die wordt ervaren door werkgevers. Aan de andere kant een mismatch met de welbestaande arbeidsreserve, die nog altijd en voor sommige groepen zelfs heel groot is. En daarop ingrijpen moet ik ook de vaststelling van de collega delen, dat je vandaag eigenlijk vertrekt van drie oorzaakclusters, kwalitatief, kwantitatief en arbeidsomstandigheden. En dat ik in het antwoord, en de aanleiding is daar zeker mee, ligt daar zeker mee aan de basis, vooral wordt ingegaan op die kwalitatieve en die kwantitatieve aspecten. Daar waar ik denk dat er heel veel hefbomen te vinden zijn in die arbeidsomstandigheden. En sta mij toe om u, en dat is dan de suggestie, het voorbeeld te geven van de social profit, meneer de minister, u wel bekend, waar een aantal jaar geleden we krantenkoppen konden aanhalen, week na week, maand na maand, met de grote tekorten die daar bestonden, waar je praktijken had, dat ziekenhuizen met bedrijfswagens probeerden verpleegkundigen bij andere ziekenhuizen weg te halen. Die anomalieën hebben echt plaatsgevonden. Vandaag moeten we vaststellen dat door een beleid dat ingezet heeft op verschillende aspecten, werken aan imago, promoten van opleidingen, maar ook arbeidsorganisatorisch ingrijpen, ertoe geleid heeft dat vandaag die tekorten niet weg zijn, maar die hele acute, schrijnende toestanden van een aantal jaar geleden zijn minstens deels geremedieerd. Dat is niet automatisch gegaan. Daar is een hele batterij aan middelen op ingezet. Bijvoorbeeld ook qua taakafsplitsing. Als je vaststelt dat mensen in bijvoorbeeld ziekenhuizen 20-30% van hun tijd bezig zijn met taken waarvoor ze eigenlijk overgekwalificeerd zijn, ja, dan heeft men daar specifiek ingezet op taakafsplitsing, waardoor je werkdruk verlaagt voor diegenen die in de zeer schaarse profielen zit, maar aan de andere kant alweer jobs creëert voor diegenen die in andere profielen zitten. Ik denk dat je in heel wat meer sectoren dat soort van oefeningen structureel, middellange termijn, zult moeten gaan opzetten. Dat veronderstelt natuurlijk wel dat je de thermometer, en dan ben ik weer bij mijn eerste punt, op de juiste plekken houdt. En ten derde, en ik ben er ook van overtuigd, dat als je die dingen doet, dat je dan zowel op het kwalitatieve als op het kwantitatieve vlak ook positieve effecten zult hebben. Het derde punt van mijn tussenkomst gaat hem over. Zet ook in op het andere luik van uw mismatch, met name de arbeidsreserve, het zat nog in de actualiteit de afgelopen dagen, zich kenmerkt door een onderkwalificatie. Ik denk dat we veel meer zullen moeten inzetten op tweede kans en eigenlijk op voortdurend kansen bieden, permanente vorming. En daar stel ik vast dat in ons land de inspanningen die daar gebeuren eigenlijk historisch laag zijn en jammer genoeg niet in de juiste richting evolueren. En dus zal het erop aankomen met de minister om heel wat zaken naar opleiding en permanente vorming ook op die groep te gaan focussen. Goed, dank u wel, collega Van Malderen. Ik denk dat we daarmee alle vragen uit de zaal hebben gehad. Ik ga er nog twee aan toevoegen, als u mij toestaat. Eerst en vooral ook namens onze fractie, de sprekers en de mensen van het Rekenhof, danken voor het geleverde werk. Ik denk ook dat er vanuit de VDAB heel gepast wordt gereageerd met de aanpassingen die worden voorgesteld.
Er zijn wel een aantal opmerkingen te maken op de manier waarop dat in het verleden werd omgegaan met de gegevens die voorhanden werden. Ook het stopzetten bijvoorbeeld in 2012 van het bijhouden van de redenen waarom vacatures geannuleerd werden, is altijd iets wat mij vreemd is overgekomen. En daar is de vraag van, wordt dit opnieuw opgenomen? Wordt er opnieuw geregistreerd in de toekomst waarom vacatures geannuleerd worden? Want dat gaat over een behoorlijk aandeel van de vacatures die op die manier van de radar verdwijnt. En ik denk dat dat een belangrijk element is om die redenen te kennen om dan effectief naar de remediering over te gaan. VDAB werkt ook vaak met mediaangegevens. Nu natuurlijk, medianen verbergen heel grote verschillen. Is het dan ook de bedoeling dat in de toekomstige analyses die verschillen heel duidelijk naar voren worden gebracht? Dat gaat over de wachttijd, dat gaat over heel veel elementen eigenlijk in het kader van het knelpuntberoepenbeleid. En het laatste element is beleidsmatig. De knelpuntberoepenlijst, en de mensen van het Rekenhof hebben het duidelijk aangegeven, wordt gebruikt door heel wat actoren op het terrein. Door VDAB zelf, door mensen uit onderwijs, bij het vastleggen van de lijst van beroepen voor betaald educatief verlof, in het kader van het migratiebeleid. Hoe zal er omgegaan worden met die veranderde knelpuntberoepenlijst ten aanzien van die verschillende beleidsactoren en beleidsmaatregelen die daarmee samenhangen? Want dat heeft natuurlijk wel een aantal implicaties voor mensen en bedrijven. Ik geef eerst het woord aan de mensen van het Rekenhof voor de vragen die hen toekomen te beantwoorden. En daarna zal de minister de rest voor zijn rekening nemen, veronderstel ik. Ik kan misschien beginnen met de referentie naar buitenlandse voorbeelden van de knapenberoepen. In het rapport is daar een relatief kort stukje over opgenomen. Er zijn eigenlijk vrij veel landen die zo'n knapenberoepenlijst opstellen. Meestal is dat vanuit het idee om daar de migratie mee te regelen. We zien ook dat dan de grootte van die lijst heel erg kan variëren. Dat kan gaan van 20 beroepen tot meer dan 100 beroepen. Vaak ligt dat aan het feit dat verschillende landen opteren om te zeggen van kijk, wij gaan bepaalde maatregelen versoepelen voor buitenlandse werknemers. Enkel voor beroepen waar effectieve skills voor nodig zijn. Dus waar effectief hoger onderwijs voor moet gevolgd worden. Nu, dat zorgt er ook al voor dat we de lijsten niet zomaar kunnen vergelijken. In het rapport hebben we twee voorbeelden opgenomen, omdat die ons relevant leken. We verwezen daar even naar Nederland, vooral omdat Nederland op twee manieren vrij grootschalige enquêtes afneemt bij werkgevers. Dus om maar te tonen dat wel degelijk een mogelijkheid is om op grote schaal data te verzamelen bij de werkgevers over vacatures. Want als er één hiaat is, denk ik, hier in dit rapport, is dat er in feite weinig informatie is voor de Vlaamse vacaturemarkt in het algemeen. Daarnaast verwijzen we ook naar het Verenigd Koninkrijk, omdat daar de methode om de knapenberoepen te bepalen zeer sterk wetenschappelijk onderbouwd is. Dus er wordt regelmatig een doorlichting van gemaakt. In het rapport kun je ook zien dat zij 12 indicatoren gebruiken om de knapenberoepen te bepalen. Dus er zijn daar nog wel wat mogelijkheden om meer indicatoren in te voeren, maar opnieuw hier het probleem. Niet voor alle indicatoren is in Vlaanderen data voorhanden om die indicatoren in te vullen. Dus daar kom je eigenlijk terug op een beetje op hetzelfde probleem uit. Dat heeft ook te maken met in hoeverre kunnen we beroepsspecifieke voorspellingen doen in de toekomst als we die data niet hebben op beroepsniveau. Dat heeft daar ook mee te maken, maar dat kan ik misschien dan overlaten aan mensen van de VDAB. Een tweede vraag, u vroeg ook van ja, wat zijn mogelijke concrete oplossingen om dieper in te gaan op de verschillende oorzaken van de knapenberoepen? Nu, het is zo, we kunnen niet in 1, 2, 3 voor alle knapenberoepen specifiek onderzoek gaan voeren. Ik denk dat werk is van lange adem. Nu, wat zijn de concrete mogelijkheden? In eerste instantie kan misschien VDAB zelf voor de voornaamste knapenberoepen onderzoek voeren, maar er zijn ook genoeg beleidsondersteunende instanties. Ik denk maar aan het steunpunt, het Viona-onderzoek, HIVA, die ook vaak relevant onderzoek uitvoert. Die kunnen ook belast worden of gevraagd worden om een onderzoek uit te voeren naar specifieke structurele knapenberoepen, om de oorzaken te bepalen. Of eventueel kan ook aangesloten worden bij de methodiek die gebruikt wordt voor de sectorspecifieke studies in de toekomst. Die zitten er eigenlijk ook perfect bij aan. Maar dan moeten er natuurlijk daar ook nog een aantal kwesties uitgeklaard worden.
Ik denk dat dat voor ons de belangrijkste. Dank u wel. Ik ga er gewoon overlopen met de vragen die gesteld zijn. Die uitbreiding naar die vervangingsopdrachten, als ik me niet vergis, zit dat in die uitbreiding die we nu willen doen naar meer verschillende onderdelen bekijken. Maar VDAB kan dat zeker zelfs nog bevestigen. Naar collega Kerbach toe, het tweede punt dat u naar voren bracht, die pagina 25, de VDAB in contact met de werkgever, 1 op 2 knelpuntvacatures. Ik ga u mijn gevoel daaromtrent geven van wat dat daar de redenen voor zijn. Het is natuurlijk zo dat de VDAB ook een werkgeverswerking heeft. En als je ziet dat een vacature wordt gezet voor een knelpuntberoep, weet je van een aantal knelpuntberoepen. Als je de kwalificaties wat verminder streng maakt of de invulling anders doet, dat je dan redelijk wat kans hebt om die toch ingevuld te krijgen. Natuurlijk, een ingenieur en een bouwkundig ingenieur blijft een bouwkundig ingenieur. Als ik een chemisch ingenieur zoek, dan moet ik niet afkomen met een bouwkundig ingenieur en hopen dat als we dat wat wegdoen, dat dat dan invult. Dus ik ga ervan uit dat het mee te maken heeft met de aard van de vacature, waar dat men weet bij de VDAB bij welke knelpuntberoepen, mits een aantal kwalificaties wegdoen, dat die vacature terug meer kans heeft. Ik kan mij best inbeelden dat in een aantal technische beroepen, A2 of weet ik veel wat, dat je daar zegt van kijk, mits wat opleiding, kunnen we die stap wel zetten. Terwijl bij een aantal andere vacatures dit sowieso toch niet blijft. Dus dat daar geen oplossing toe komt. En dan ben ik ook direct op die manier bij wat collega Hofkes naar voren bracht. Ik denk dat je pas als je die invulling hebt gedaan en dus ook die afronding hebt gedaan, dat je dan pas eigenlijk de stap naar het buitenland moet gaan bekijken. Laat ons eerst kijken binnen Vlaanderen, ook binnen de andere gewesten, wat dat de eerste mogelijkheden zijn om dan de stap naar het buitenland te doen. Als het is, soms worden er te veel, en dat is effectief het geval, soms worden er te veel vragen gesteld aan mogelijke kandidaten die niet direct nodig zijn. It's funny to have them. Als je nog Frans kunt, is het ook goed, maar ja, daardoor heb je geen sollicitanten. En als er dan contact is tussen de VDAB en de werkgever en je doet die weg en je zegt, ja, maar is dat nu echt noodzakelijk? Nee, dat is niet echt noodzakelijk. Dan kan je verder vooruit. En dan denk ik dat je dat eerst moet doen om daarna de stappen te zetten. Competent, welke zijn gedekt? Ik ga u een beetje de geschiedenis, maar echt vanuit mijn geheugen. Ik denk dat ik als secretaris-generaal van de SERF in 1992 ben gestart met de eerste beroepen die we gingen invullen vanuit wat moet je kennen en kunnen. Dat was toen met de bedoeling dat zowel de VDAB als onderwijs op basis daarvan opleidingsprofielen konden maken. Dus zeggen van waar moeten we dan de mensen in opleiden? Niet met die filosofie van de matching. Dat is doorheen de jaren gekomen en het is eigenlijk pas de laatste 5 jaar... Dankzij ook de gegevens die we al hadden, met methodologieën vanuit verschillende universiteiten die waren gestart, dat de SERF die competentiedatabank eigenlijk al een basis had om die matching op die manier te gaan doen. En hoeveel beroepen dat daar eigenlijk vandaag gedekt worden, ik kan het u niet zeggen, dat zou u mij een schriftelijke vraag echt moeten stellen, maar ik weet wel dat we in 1992 zijn gestart, maar dat is nooit een einde natuurlijk. Je moet eigenlijk elke keer opnieuw na x jaar, en vandaar dat ik wel vind dat die ook een stukje voorspellend kunnen zien. Je kan trends zien, je kan bij verschillende beroepen, de verschillende competenties, zoals collega Van Malderen daar straks ook zei, verschillende competenties opnieuw zien en zien dat die in beroep A, B al vervangen worden door andere competenties, dan kun je ervan uitgaan dat dat in C ook het geval is. Maar dat is ook een beetje mijn antwoord op collega Van Malderen. Als hij vraagt naar, ja, maar de vergrijzing en de vervanging, dat weten we toch. Ja, maar daarmee doe je geen toekomstvoorspelling. Je moet eigenlijk nog 2 andere dingen, niet alleen vervanging en vergrijzing, want dan ga je vanuit dat een beroep blijft, dat een job blijft en dat de competenties gelijk blijven, ook naar de toekomst in dezelfde job. En dat is niet het geval. En dat maakt het juist zo moeilijk om een toekomstvoorspelling te doen. Vandaar ook de reactie die de VDAB geeft, die volgens mij vanzelfsprekend is, om te zeggen, ja, maar een toekomstvisie, we hebben daar niet alle gegevens voor. Ik denk dat die competentie-elementen, die trends in competenties die je nodig hebt voor bepaalde beroepen, dat dat een volgende factor is. En uiteraard de economische ontwikkeling.
Want dat is altijd een moeilijkheid. Welke sectoren gaan pieken in Vlaanderen en welke sectoren en bijkomende jobs creëren en welke sectoren zijn we waarschijnlijk te weinig concurrentieel of om andere redenen of te weinig innovatief. Allee, jullie mogen het zelf invullen, waardoor dat daar dan een terugval zal zijn. Of waardoor de automatisering er automatisch minder mensen in die sector aan bod zullen komen dan in het verleden het geval is. Dat maakt de moeilijkheid. En die gegevens moet je eigenlijk ook van sectoren en dergelijke gaan krijgen. Trends proberen te schatten. Maar het is zoals het Rekenhof ook zei. Ik heb altijd schrik met toekomstvoorspellingen. Omdat het maar voorspellingen zijn. Hè. Als ik begrotingsramingen maakte in het verleden, in een ander job die ik had, dan was dat ook altijd maar een raming. En nogal snel gaat men er dan vanuit dat dat de absolute waarheid is. En dat is niet het geval. Dus vandaar, ik denk dat dat eigenlijk de basis is. En daarom was ik wat verbaasd op de reactie van de collega Van Malderen. Natuurlijk de vergrijzing en de vervanging, dat kan je met de studies van cells en zo verder wel doen. Maar daarmee heb je niet de trend voor de toekomst. Als we zouden vergelijken hoeveel mensen in de automobielsector, om nu maar een vanzelfsprekende te nemen, 10 jaar geleden werken en er wellicht op dit moment werken, dan konden we dat wellicht 10 jaar geleden. Misschien hadden we dat kunnen voorspellen, maar daar ben ik echt niet zeker van. Dus vandaag dat element. Ik denk dat ik dan ook al een van de elementen van collega Hofkes heb naar voren gebracht. De drie oorzaken, die is ook een paar keer aan bod gekomen. Ik denk dat de essentie van wat de nieuwe methodologie die ik heb gelezen van wat de VDAB gaat doen, is wat mij betreft dat je een onderscheid maakt tussen die knelpuntberoepen, die ook in de toekomst wellicht nog knelpuntberoepen zullen zijn en waar je op lange termijn moet op inspelen. En het voorbeeld van collega Van Malderen is daar juist. De zorgsector was er zo een. Ik zal er u een andere zeggen, alle technische beroepen. En daar moet je dan beleidsmatig op lange termijn in inspelen. Ik denk aan STEM, de aandacht voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Waardoor dat je eigenlijk op een lange termijn visie gaat proberen het aantal studenten en het aantal leerlingen daarin verhogen. Maar ja, dat los je niet op 2-3 jaar. Als je ervan uitgaat dat die knelpunten binnen 2-3 jaar opgelost zouden zijn, dan moet je niet met zo'n actie beginnen. Dus dat onderscheid maken tussen het langdurige en het andere, wat op kortere termijn toch ook interessant en belangrijk is, want ik denk dat voor de VDAB als regisseur belangrijk blijft om elke mismatch op de arbeidsmarkt te kennen. Of dat die lang structureel is, korter structureel is of echt kortdurig zou zijn, is daar in essentie volgens mij naar de methodologie van de toekomst belangrijk. En het is dat wat ik zie, en dus dat onderscheidt dat eigenlijk ook het Rekenhof naar voren brengt van die drie oorzaken vandaag. Geven nu beleidsmatig te weinig informatie. Beleidsmatig is een goede informatie om te weten, wel, hier wordt verwacht dat binnen 5 jaar we nog altijd met knelpuntberoepen zullen zijn, want dan kan je daar beleidsmatig langdurig op inspelen. Naar de competentiedatabank, ik denk dat ik daar de voorspellende waarde, mijn gevoel daaromtrent, heb meegegeven. Mevrouw Talpen, ik kan echt, ik denk ook daar een schriftelijke vraag om te. Ik weet echt niet wanneer dat die laatste drie worden opgeleverd. Ik heb er geen idee van. Ik heb het niet nagezien en ik weet ook niet of dat er nu nog direct gepland zijn. Dus allez, als u daar een vraag wilt stellen. En bij collega Van Malderen heb ik geantwoord, denk ik. En dan heb ik er nog één van Robert Botuinen die aan mij gericht was. De andere twee zijn eerder voor de collega van de VDAB. De knelpuntlijst wordt voor veel andere dingen gebruikt. Daar heb je 100% gelijk. En ik denk dat we dan ook goed moeten kijken, vooraleer dat je de knelpuntlijst vervangt als knelpuntlijst, met welk doel dat het is. En ik denk dat dat echt een opdracht is die, zover dat ik heb begrepen, ook gisteren in de Raad van Bestuur van de VDAB aan bod gekomen. Het is niet automatisch. De knelpuntlijst zoals die nu is opgesteld, als we die verfijnen en veranderen, of dat die dan nog geschikt is voor alles wat dat eraan hangt, ik denk dat je dat dan grondig moet gaan bekijken. Dus ik neem die. Ik denk dat gisteren aan bod is gekomen in de Raad van Bestuur van de VDAB, maar moest het niet zijn, ik zal zeker vragen. Ik denk dat de sociale partners daar best geplaatst zijn om te zien of dat een knelpuntlijst op een andere methodologie dezelfde links kan bewaren naar andere maatregelen dan vandaag het geval is. Maar ik stel voor dat Willem op een paar van de andere punten nog dieper ingaat. Ik had nog een aantal meer technische vragen genoteerd om iets dieper in te gaan. Eerst en vooral was er de vraag rond de vacatures voor bepaalde duur en in welke mate nemen we die mee in de analyse.
vandaag, en dat, is ook, wat, dat was ook al zo voor de oude methodologie, voor de niet-uitzendvacatures werden die sowieso al structureel meegenomen. En konden we zien, dus als er daar, bijvoorbeeld bij onderwijs is dat, heel significant, dat die vacatures voor bepaalde duur daar een cruciale rol spelen, of daar eigenlijk de kern van het probleem soms vormen. Naar de toekomst toe willen we dat eigenlijk nog een stukje versterken in de zin de nieuwe methodologie. Ik heb dat er net niet aangestipt, maar dat willen we ook doen, is dat we een stukje de uitzendvacatures toch mee gaan betrekken in de oefening, omdat we merken voor een aantal beroepen dat die vacatures daar eigenlijk, dat de vacatures via uitzendkantoren vaak het primaire recruteringskanaal wordt voor een aantal beroepen. Dus we kunnen niet anders dan toch ook te kijken hoe dat we die vacatures mee in de oefening kunnen betrekken. Dus dat is een absoluut cruciaal deel en we weten dat voor een aantal beroepen dat die tijdelijke opdrachten eigenlijk de essentie van het probleem vormen. Dus dat is en blijft een onderdeel van de knelpuntoefening. Dan naar de samenwerking met de uitzendsector en kijken hoe dat we op die manier de representativiteit van onze studie en conclusies kunnen versterken. Vandaag werken we al, we wisselen al enorme massa's vacatures uit met uitzendsectoren, met private jobsites. Dus we hebben daar al heel veel data over de vacatures die via die kanalen worden bekendgemaakt. In het kader van de knelpuntstudie stemmen we ook elk jaar af met Federgon om hun bevindingen, hun conclusies mee te nemen in de oefening. En dat is voor ons ook absoluut cruciaal en dat willen we ook behouden. Specifieke data-uitwisseling over de mate waarin dat zaken binnen de uitzendsector ingevuld geraken of niet ingevuld geraken, doen we vandaag nog niet. Maar dat is zeker iets waar we naar de toekomst toe naar aan kunnen werken. Dan had ik nog een vraag genoteerd over het waarom van het wegvallen van de reden van annulatie bij de vacatures. De reden daar is vrij eenvoudig. Men mag niet vergeten dat onze databanken, de primaire doelstelling van onze databanken is altijd de dienstverlening en het gemak voor de werkzoekende dan wel werkgever. En in het kader van de nieuwe vacature-toepassing die we enkele jaren terug hebben gelanceerd, is daar op altijd met die keuze gemaakt om die uitsplitsing naar reden van annulatie, om die niet meer te gaan bevragen bij werkgevers en bij onze consulenten. Naar arbeidsmarktinformatie is dat inderdaad een verlies. Maar het was eigenlijk vanuit de dienstverlening een stukje administratieve vereenvoudiging dat indertijd die keuze is gemaakt. Naar het verhaal van de medianen. Het klopt dat medianen een stukje informatie kunnen verbergen. Nu we werken met medianen of in een nieuwe methodologie voor die hardnekkige lijst met kwartielen, strenger te zijn. Omdat de gemiddelde eigenlijk nog meer nadelen heeft, omdat je dan een enorme impact hebt van een aantal zeer extreme uitschieters naar bijvoorbeeld uw looptijd of uw vervulling. Dus we blijven werken een stukje met medianen, maar in functie van die hardnekkige lijst ook met strengere, met kwartielen en andere afmakingen. Ik denk dat alles was dat er nog overbleven. Dank ik deze zijde van de tafel voor alle antwoorden. Zijn er collega's die nog bijkomende vragen of opmerkingen hebben? Collega Kerbach. Op één bedenking of vraag van collega Van Malderen is nog niet echt gereageerd. Het was een beleidsvraag. Waar hij zei van ja, je hebt de drie oorzaken, waarbij de derde oorzaak de arbeidsomstandigheden. Of dat daar ook een specifiek beleid, of dat de minister daar rond misschien voor een aantal, of in samenwerking met een aantal sectoren daar rond ook werk wil maken. Collega Van Malderen heeft de Social Profit als voorbeeld gegeven. Ja, maar ik heb daarop gereageerd. Ik heb maar niet in die zin. U heeft bevestigd dat effectief zo is. Nee, als ik ineens mag, voorzitter. Ja, nee, maar bij mij is de essentie dat wat nu die drie oorzaken is, dat we in de toekomst door de methodologie het onderscheid maken tussen de hardnekkige, de langdurige, en diegene die alle anderen. Dus alle mismatches is interessant, maar dat je daar het groot onderscheid kunt maken, zodanig dat, zoals in de zorg, je beleidsmatig kan gaan op inspelen. En dat doe je natuurlijk dan met de sector. Maar ik heb STEM ook als voorbeeld genomen. Het hangt er vanaf. En dus vandaag hebben we met de knelpuntvacature gezicht welke verwacht worden
dat langdurig en structureel zijn op heel lange termijn. En ik denk dat ik daardoor eigenlijk heb geantwoord op wat collega Van Malderen vroeg. Dat je eigenlijk, als ik daar zicht op heb en je kan zeggen van kijk, met de analyse zoals we die krijgen, dit zijn structurele waar dat we echt van mogen zeker zijn binnen 5 of 10 jaar is dat nog, dan heb je een ander soort van beleid dat je daarop kan inspelen. Dat je dat naar beleid toe, zoals meestal op arbeidsmarktbeleid, samen met de sectorale partners of met de interprofessionele partners, lijkt mij vanzelfsprekend. Als dat de vraag was, dan is dat mijn antwoord. Ja, dank u. Ik ging er eigenlijk al vanuit dat we voor een aantal van die dat al doen en ook al weten. En ja, ik wou eigenlijk gewoon horen van welke zijn er dan, diegenen die nu voor de komende jaren gepland zijn. Maar dat is iets dat we misschien nadien... Ik heb er 2 genoemd, de zorg stem. Was er een die jij zelf zei. Die stem is een tweede, maar als u elke detail, dat kan ik zo niet geven. Oké, maar dan de schriftelijke vraag. Goed, dan denk ik dat we de discussie in deze kunnen afronden. Ik wil graag de mensen van het Rekenhof van de VDAB bedanken, maar collega's vertrekken nog niet. We hebben een lange lijst van vragen en uitleg deze namiddag geagendeerd. Het voorstel is om nu alvast een aantal daarvan, van een aantal collega's die vandaag nu al aanwezig zijn, te gaan behandelen voor de middag. Om op die manier de agenda van deze namiddag wat te verlichten. Maar dus eerst en vooral dank aan de mensen van het Rekenhof en van VDAB. En dan hadden we onder andere collega Giffoir die bereid was om zijn vraag nu al te stellen. Dus meneer Giffoir, dan geef ik u graag het woord. En ondertussen misschien nog een kleine oproep doen. We hebben een werkbezoek ingepland tijdens een van de vorige regelingen van werkzaamheden bij Sintra West. Dus om kennis te maken met het Sintra netwerk. Dat op 26 januari, dat is een maandag om 10 uur, er zijn nog blijkbaar niet heel veel leden ingeschreven voor dit werkbezoek. Vandaar dus een warme oproep om u in te schrijven en Sintra West te gaan bezoeken op 26 januari in Kortrijk. Maar dus nu graag het woord aan collega Giffoir. Kan u misschien doorgeven welke vragen nu nog behandeld zullen worden? We hadden collega's Giffoir, we hadden collega's Fournier en Van Malderen, die keert straks terug van de commissie Wonen. En ik zie dat ondertussen ook collega Talpe is binnengekomen en eventueel straks nog bereid is om een vraag te stellen. En ik denk dat we tegen dan al wel de middag zullen bereikt hebben. Collega Giffoir. Beste collega's, meneer de minister. We hebben een tijdje terug een anonieme brief gekregen van een aantal medewerkers, oud-medewerkers van Technopolis. Die, als u thuis is wat in de brief staat, want ik wil er ook met de grootste voorzichtigheid wel hier benadrukken. Ja. Maar mochten er daar dingen in staan die juist zijn, dan toont dat dit toch wel een weinig fraai beeld van de interne werking van Technopolis. Vooral om je toch zo mogen denken dat Technopolis, en zelfs als ik naar mijn eigen kinderen keek, die iedere keer als ze Technopolis voorbij reden, die hebben daar goede herinneringen aan, als ze met de school daar naartoe gingen om een aantal testjes te kunnen doen en een aantal zaken te kunnen bekijken. Maar in die uitgebreide brief gaat het over een aantal zaken die zouden verkeerd lopen over planning, structuur, over gezondheid, veiligheid, welzijn, inspraak, personeelsbeleid, bedrijfscultuur en zelfs ook financiële transparantie. En dit wordt dan geïllustreerd door blijkbaar een hoog personeelsverloop. Er is dan een persbericht geweest en dat is eigenlijk dan de reden geweest waarom dat we toch vonden het nuttig te zijn om deze vraag om uitleg in te dienen, omdat er dan uiteindelijk wel een persbericht gekomen is op deze open anonieme brief van 19 november. Een persbericht opgesteld door het directiecomité van de Raad van Bestuur, die dus enkele aantijgingen weerlegt, die het ook betreurt, de anonieme brief betreurt omwille van de reputatieschade en dus mogelijk eraan dacht om rechtelijke stappen te ondernemen. En mijn vragen zijn dan ook, ik veronderstel dat u ook op de hoogte bent van deze anonieme brief en zeker van deze persmededeling, tenzij dat u ook nog meer weet heeft van nog andere klachten.
Maar vooral, mocht het zo zijn of dat er dan een intern onderzoek gestart wordt om te kijken wat dat de werkelijkheid dan is, ja? En om dan eventueel inderdaad dan de nodige maatregelen te kunnen nemen, dat zijn mijn vragen. Collega's die zich hierbij willen aansluiten? Meneer de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. En het is zo, meneer Giffoort, collega Giffoort, dat op 5 november wij het kabinet al op de hoogte waren gesteld via de regeringscommissaris over een klacht van een personeel in verband met de aansturing. Het ging op dat moment over een e-mailklacht van 1 medewerker die overigens Technopolis had verlaten. Op 13 november is die klacht besproken geweest met de regeringscommissaris en mijn kabinet. En dat was in voorbereiding van een volgende raad van bestuur en het auditcomité van Technopolis. De dag nadien, dus op 14 november, is mij toen ook al gemeld door de regeringscommissaris en bevestigd dat Technopolis, een directiecomité van Technopolis, die zaak ter harte ging nemen, dus op basis van die ene klacht, en dat er een HR, een Human Resource Audit, zou uitgevoerd worden. Dus onmiddellijk op die eerste klacht al. Op 18 november, en dat is waar u naar refereert, ben ik dan geïnformeerd geworden van de openbrief van 18 medewerkers uit Technopolis, waar naast het Human Resource ook problemen, en dat vind ik ook heel belangrijk, van veiligheid en gezondheid, en ook onregelmatigheden of mogelijke onregelmatigheden van subsidies met subsidies werden aangeklaagd. Ik heb toen onmiddellijk opnieuw de regeringscommissaris de opdracht gegeven om actie te nemen en in verband met die veiligheids- en gezondheidsproblemen en de andere punten die in die open brief stonden. En ik heb gevraagd dat de regeringscommissaris dat zou aankaarten bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is op 21 november samengekomen en heeft een actieplan voorgesteld om de 3 grote punten, en ik denk dat daarmee alles gedekt wordt, aan te pakken. En de volgende acties zijn dat ten eerste er komt een externe consultant die een doorlichting zal geven maken van de algemene werking van de organisatie doorheen alle geledingen, dus doorheen het personeel ook. Tweede punt is dat er een potentiële inschatting gemaakt wordt van de gedelegeerd bestuurder met betrekking tot zijn ontwikkelingsgerichte doelstellingen en competenties en mogelijk daar ook aanpassingen van structuur als dat nodig zou blijken. Ten derde is het zo dat wat betreft de veiligheid en de vergunningen dat daarvoor door de Raad van Bestuur de nodige experten gecontacteerd worden met het oog op onmiddellijke actie. Iedereen is ervan overtuigd dat daar geen enkele marge is. Allee, dat moet in orde zijn. Dus de experten zullen dat nazien. Over het algemeen welzijn op het werk is dat mee in de opdracht van die consultant, die externe consultant, overigens als Accor, die ook in het verleden al had gewerkt, dat, of die bij de leidend ambtenaren beter betrokken is, evaluatie, dat nemen die mee. En de financiële transacties naar de subsidies toe zullen worden gecontroleerd door het auditcomité en de revisor. Ik denk dat dat de juiste manier is. Maar ook hebben we dan afgesproken dat daar nog bijkomend, want die zouden dat al altijd moeten doen, dat daar een externe audit mee wordt gevoerd door PwC. Dus ik denk dat we op die manier een audit kunnen doen en de vraag is geweest vanuit de Raad van Bestuur dat die audit zich focust op de financiële bewegingen van de laatste 3 jaar, de toepassing van de betrokken wetgeving, maar ook over de managementcultuur, want ik denk dat dat altijd mee belangrijk is. Maar dat is een beslissing van de Raad van Bestuur. Er zal ook een intensievere opvolging zijn door het directiecomité en de Raad van Bestuur over de gang van zaken. En mochten er onregelmatigheden vastgesteld worden die het onderwerp kunnen zijn van gerechtelijke procedures, dan moet de Raad van Bestuur wat mij betreft daar maar de nodige stappen zetten. Maar voorlopig, en dat wil ik toch zeggen, zijn daar met wat wij nu weten geen indicaties voor. Ik heb ook mijn regeringscommissaris gevraagd om dat allemaal zeer nabij te blijven volgen en mij en mijn kabinet daar de nodige informatie te geven over de voortgang van de stand van zaken. En als het nodig is, zal ik uiteraard verder stappen ondernemen. Maar voorlopig denk ik dat het wijs is
om de resultaten van de doorlichting die tegen midden februari 15 van dit jaar dus worden verwacht om die af te wachten. Goed, collega Giffoy. Dank u, dat is verhelderend. Ik ga er zelf niet verder veel op ingaan, want ik vind het een te delicaat dossier die een technopolis naar buiten brengt, of zou kunnen naar buiten brengen, een negatief daglicht, waar het zou moeten eerder een positief daglicht kunnen gesteld worden. Maar misschien toch dat we dan binnen een paar maanden kunnen weten, te weten komen wat dat de uiteindelijke resultaten waren van deze audit. Goed, ik denk dat dit punt hiermee afgehandeld is. Dan gaan we naar de gecombineerde vragen van de collega's Van Malderen. Welkom terug. En collega Fournier. Enerzijds over distributiecentra in Vlaanderen en anderzijds over e-commerce. Collega Van Malderen, u heeft het woord. Ja, dank u, voorzitter. Recent was er een studie van PwC, in opdracht trouwens van het Vlaams Instituut voor Logistiek, waaruit blijkt dat eigenlijk Vlaanderen slecht scoort in vergelijking ook met de buurregio's als het gaat over vestigingsvoorwaarden voor e-commerce en distributiecentra. Het resultaat is dat we eigenlijk al te vaak naast dossiers grijpen. Als je gaat kijken in de details, dan blijkt dat filevorming, beschikbaarheid ook van bouwgronden en magazijnen, daar een belangrijke factor in zijn. Blijkt dat Wallonië op dat vlak een stuk beter scoort. De problematiek van loonkost speelt in deze eigenlijk blijkbaar minder een rol. Er zijn andere factoren die gelden. Nu, als ik dan ben gaan kijken in de beleidsnota, vond ik dan, en de passage is opgenomen, daar een nogal beperkte passage in terug. Waarbij men zegt van kijk, de detailhandel is een sector die onder andere omwille van de opkomst van e-commerce en veranderend consumentengedrag een ingrijpende transformatie ondergaat. Ik denk dat dat niet kan ontkend worden. Als je bijvoorbeeld kijkt wat nu de cijfers zijn rond de eindejaarsverkopen in bijvoorbeeld de kledingsector, dan zie je daar gigantische verschuivingen en krijg je zelfs een appel vanuit de sector zelf om te zeggen van we moeten ons hier eigenlijk helemaal gaan herdenken. Maar goed, dat is een zijdelingse opmerking. Het zal in belangrijke mate aan de ondernemers van de sector zijn, zegt u meneer de minister, hierop een passend antwoord te vinden via innovatie en een verhoogde klantgerichtheid. Het Vlaams detailhandelsbeleid zal verder ontwikkeld worden op verschillende terreinen, zoals de regierol van steden en gemeenten, de uitrol van een integraal handelsvestigingsbeleid, de aanpak van leegstand en het bevorderen van e-commerce. Samen met de minister van Omgeving zetten we het beleid in zaken kernversterking verder en keuren we het decreet integraal handelsvestigingsbeleid definitief goed, rekening houdend met de geformuleerde adviezen. We operationeren daarbij de gekozen instrumenten kort. Nu, als je de scoop iets verruimt en je gaat van e-commerce naar de gehele logistieke sector, ja, dan valt het te raden dat dezelfde pijnpunten in zaken vestigingsvoorwaarden daar gaan terugkomen. Deze sector was een speerpunt van de vorige regering, is ook een speerpunt van de huidige regering. Dus ja, kan ik niet om de vaststelling heen dat deze studie toch wel een pijnlijke conclusie, een inconvenient truth, op onze tafel legt. Nu kunnen we ook niet, en ik heb de inleiding van mijn schriftelijke voorbereiding niet te lang willen maken, om de vaststelling heen dat die wijzigende distributieketen op zijn beurt ook zijn invloed heeft op diezelfde factoren, met name filevorming, congestie en dergelijke meer. Als je daar de brug maakt, ja, dan lijkt het mij evident te zijn dat Vlaanderen ook voor deze sector zou moeten inzetten op een aantal meer duurzame transportsystemen, zoals waterbereikbaarheid, zoals stedelijke distributiecentra. Vandaar, meneer de minister, mijn vragen. Kent u de studie en de resultaten vooral ervan
die ik net heb geciteerd. Hoe reageert u op deze resultaten? En gevolggevend eraan, welke initiatieven plant u om onze infrastructuur aantrekkelijker te maken voor, ik bedoel dan de economische infrastructuur voor alle duidelijkheid, aantrekkelijker te maken voor die distributiecentra? Hoe kan u het aanbod aan gepaste terreinen gaan verhogen? Acht u het zinvol om in deze decreet ruimtelijke economie aan te passen? Bent u bijvoorbeeld bereid om daar een specifieke taskforce rond op te richten? Maar vooral ook, en ik vind dit eigenlijk een conditio sine qua non, hoe kunnen we die distributie aan zich duurzamer maken? Want ik denk dat daar oorzaak en gevolg elkaar vinden. Kan u ter zake uw visie alsjeblieft toelichten? Tot daar, voorzitter. Dank u wel, collega Fournier. Dank u, voorzitter, meneer de minister. Mijn vraag sluit inderdaad heel nauw aan bij de vraag van collega Van Malderen. Begin november 2014 stelde het Vlaams Instituut voor Logistiek de resultaten voor van hun onderzoek over e-commerce in Vlaanderen. Het project Vil for e-Boost wilde een antwoord bieden op de vraag waarom Vlaanderen momenteel veelal vanuit het buitenland wordt bediend voor e-commerce. Daarnaast vroeg men zich af waarom onze buurlanden meer in trek zijn voor de e-distributiecentra. En tot slot wat de sterke punten zijn van onze regio en hoe we die kunnen versterken. Uit hun onderzoek blijkt dat Vlaanderen op zich relatief goed scoort ten opzichte van de 44 regio's die werden onderzocht, maar slecht scoort ten overstaan van de ons onmiddellijk omringende concurrerende regio's. De beslissende 21 factoren werden voor de studie in kaart gebracht. Het gaat over factoren zoals nabijheid, koopkracht, markt voor e-commerce, investeringsaantrekkelijkheid, beschikbaarheid, magazijnen, logistieke gronden, wegendichtheid en logistieke expertise. Opmerkelijk is dat we het in geen van deze e-locatiefactoren de sterkste score halen, maar we ook niet de slechtste zijn. Op 30 januari 2014 stelde collega Annick de Ridder in deze commissie een vraag over de e-commerce en het onderzoek van Vil. De toenmalige minister-president en minister voor Economie Chris Peters antwoordde: het Vil maakt een synthese van alle e-logistieke locatiegebonden factoren die zullen resulteren in een slotanalyse. Die analyse dient als input voor het uitwerken en het concreet uittesten van innovatieve en vernieuwende e-logistieke concepten en modellen voor Vlaamse bedrijven, e-shops en logistieke dienstverleners. Kortom, de resultaten van het onderzoek moesten voor de toenmalige minister een aanzet zijn voor de toekomst. Ook u als nieuwe minister van Economie schreef in uw beleidsnota dat u verder wil inzetten op het stimuleren van de e-commerce in Vlaanderen. Tot slot lezen we ook in het persbericht: het Vil zal samen met de sector en de beleidsmakers hieruit lessen trekken en aanbevelingen formuleren om aan Vlaanderen een e-toekomst te garanderen. Daarom volgende vraag aan u, meneer de minister. Welke conclusies trekt de minister uit dit onderzoek? Welke aanbevelingen worden er geformuleerd? Indien de resultaten nog niet bekend zijn, wanneer worden hier conclusies en acties verwacht? Welke acties kunnen we verwachten om dit te ondersteunen? Zijn deze gekoppeld aan specifieke factoren? En tot slot, op welke manier zal er een koppeling gemaakt worden tussen e-commerce en de lokale detailhandel? Goed, dank u wel, collega's die zich hierbij willen aansluiten. Collega Reemen. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, beste collega's. Ik heb deze studie ook even bekeken en Vlaanderen staat op plaats 6 als ideale locatie voor distributiecentra van de 44 onderzochte regio's. Dit op basis van die 21 locatiefactoren gebundeld in 7 clusters. Plaats 6 is nog relatief goed, slechter dan Wallonië. Dus dat is ook relatief, want het verschil tussen Wallonië en Vlaanderen is maar een half punt. Dus Vlaanderen scoort hier 7,04 op 10 en Wallonië 7,54 op 10. Dus dat is vrij relatief. Vlaanderen scoort goed op basis van wegendichtheid, nabijheid van de havens, marktnabijheid, huurprijsmagazijnen en ook arbeidsflexibiliteit. Vlaanderen scoort minder goed op vlak van arbeidskosten en loonlasten, beschikbaarheid van de magazijnen en van de logistieke bouwgrond. Het is zo dat Vlaanderen een dichtbevolkte regio is, een kleine regio, en distributiecentra hebben veel ruimte nodig. Ze werken met heel veel producten, een heel ruim gamma en lage stocks.
Ik zou eerder een vergelijking toch willen maken met de buurlanden. Dus in plaats van met Wallonië willen van die minieme verschillen, het zijn wel de loonkosten en de investeringsaantrekkelijkheid waar onze buurlanden veel beter scoren. Dus het is nu net waar onze Vlaamse regering en de federale regering eindelijk werk van gaat maken. Ik wil niet zeggen dat distributiecentra niet welkom zijn in Vlaanderen, want banen en inkomsten die moeten wel degelijk in Vlaanderen blijven, want wij hebben belangrijke troeven. Het is essentieel wel dat we met gelijke wapens kunnen strijden. Want een distributiecentrum kan in een mum van tijd een straal van duizenden kilometers bedienen. En waarom zou je je dan op dit moment in België vestigen? Met omwille van de hoge loonkosten, we hebben een ongunstige btw-voet, bureaucratische procedures en ook moeilijkere structuren en heel belangrijk ook veel meer verplichtingen in zaken productveiligheid. Dus we moeten dus echt voorkomen dat de winsten niet aan onze Vlaamse economie voorbij gaan. Ook een kanttekening die ik erbij wil maken is dat distributiecentra in het buitenland niet altijd gekend zijn om goede werkomstandigheden. Dus die komen heel vaak in opspraken willen van die lage lonen, zeer hoge prestatiedruk en zelfs intimidatie van personeel. En dat is gelukkig niet wat bij ons voorkomt, maar wel in het buitenland en daar kan het. De cruciale vraag is voor onze economie, willen wij dit type distributiecentra wel? Willen wij dit type van economie? Eigenlijk niet, want er zijn tal van redenen waarom grootschalige distributiecentra niet altijd geschikt zijn in ons weefsel, in onze economie. Dus wij vragen eigenlijk eerder innovatieve distributiecentra die toegevoegde waarde creëren en zorgen voor voldoende tewerkstelling voor lager geschoolde en ook hooggeschoolde. Zo zijn er een tal van voorbeelden al in Vlaanderen. En dit is het type van economie wat wij ondersteunen. Dus in het Vlaamse regeerakkoord gaan we voor meer ondersteuning van innovatie voor internethandel, zodat onze bedrijven met gelijke wapens kunnen strijden met de buitenlandse concurrenten en distributiecentra, zodat die jobs en die inkomens niet naar het buitenland verhuizen. En als we dat goed aanpakken, volgens Comeos, dan kunnen wij zo duizenden nieuwe jobs en duurzame jobs creëren in Vlaanderen. Maar we kopiëren niet blindelings zomaar die buitenlandse voorbeelden. Nee, we gaan voor innovatieve en duurzame distributiecentra om zo de internethandel te ondersteunen. Dank u. Goed, ik dank u voor uw tussenkomst. Zijn er nog collega's die willen tussenkomen of vragen stellen? Dank u wel, meneer de voorzitter. En, ik wil de collega's die de vragen hebben gesteld of de reactie hebben gegeven toch wel even zeggen dat ik uiteraard ook kennis heb genomen van het persbericht dat is uitgestuurd door het Vlaams Instituut voor de Logistiek. Want de studie is nog niet opgeleverd. De studie is een deel van een project dat loopt tot juni 2015. En de resultaten zijn dus ook nog niet uitgeschreven in een apart rapport, maar zullen wel deel uitmaken van een eindrapport van dat project. Maar voorlopig hebben we dus geen kennis kunnen nemen van het rapport. Volgens de gegevens, en collega Remen heeft het naar voren gebracht, die naar buiten zijn gebracht in het persbericht, stel ik effectief ook vast, en ik vind dat ook niet zo dramatisch, dat we de zesde plaats hebben op een totaal van 44. We hebben de hoogste dichtheid van de Europese distributiecentra in Europa, in Vlaanderen. En we hebben ook een grote dynamiek op het vlak van logistieke gebouwen. Vooral dan op de assen tussen Antwerpen en Brussel en nu ook de E313-as. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we tevreden zijn, dat we stilzitten. We blijven inzetten op het voorzien van voldoende bedrijventerreinen. En het verheugt mij zeker van collega Van Malderen dat als ik zijn vraag goed begrepen heb, dat hij dat vanuit zijn fractie wil steunen. Een aanpassing van het decreet ruimtelijke economie, zoals gesuggereerd wordt, lijkt mij niet direct zinvol. Het is wel zo dat we in Vlaanderen relatief weinig bedrijventerreinen hebben die specifiek voor logistiek zijn voorzien of voor distributiecentra zijn voorzien. Maar de logistieke vastgoedsector moet daardoor terecht op gemengde bedrijventerreinen, regionale bedrijventerreinen, en moeten zo op die manier optornen tegen andere mogelijke investeerders, bijvoorbeeld uit de maakindustrie of uit KMO's, of KMO's en dergelijke meer. Het is wel zo dat de minister van Omgeving, collega Schouwvliegen,
een initiatief plant om de typologie van de bedrijventerreinen te gaan evalueren. En vandaag is er dus niet specifiek iets voor logistiek en distributie. Zij gaat dat geheel van waar hebben we typologieën van bedrijventerreinen gaat ze evalueren. Mijn agentschap ondernemen is daar ook bij betrokken en ik zal dat aspect zeker meenemen in de discussie. Maar ik wil er wel over waken dat we niet meteen allerlei nieuwe planningsconcepten met betrekking tot logistiek gaan invoeren zonder dat die erkend en ondersteund worden door de sector zelf. Ik denk dat je daar altijd vanuit moet beginnen. Er moet een vraag zijn vanuit de sector zelf. En dat is vandaag niet direct het geval. Zowel vanuit de logistieke vastgoedsector zou dat moeten ondersteund worden, de logistieke dienstverleners als de grote verladers. Het lijkt mij mogelijk om de bekommernissen die we vandaag hier zijn geuit, om die mee te nemen in het reguliere beleid, zonder meteen een nieuwe structuur te gaan oprichten. En ik denk, moesten we een nieuwe structuur oprichten, dat we daar dezelfde mensen zouden gaan tegenkomen die vandaag al in structuren zitten. Voor wat betreft duurzame distributie, en daar volg ik uw collega Remen, zijn er verschillende proefprojecten geweest, of lopend omtrent duurzame vormen van stadsdistributie. Er is van mijn kant alvast bereidheid om de beste resultaten uit die proefprojecten mee te nemen in het beleid, voor zover dat die aspecten binnen mijn bevoegdheid vallen. Ten slotte wil ik nog zeggen dat er binnen het project Kennisnetwerk Detailhandel dat we momenteel een bevraging houden bij een aantal sectororganisaties. U sprak er al van, en dat is dan zowel B-commerce, Unizo en Comeos, om op die manier de knelpunten effectief, en collega Fournier, u verwees ernaar om de knelpunten in kaart te brengen die onze ondernemingen belemmeren om de stap te zetten naar e-commerce. De resultaten, en u vroeg wanneer we die ter beschikking hebben, zover ik weet, worden die verwacht tegen het einde van deze maand. Wij zullen op dat moment uiteraard kijken of we daar beleidsmatig dan conclusies aan kunnen en moeten trekken. Dank u wel, meneer de minister. Collega Van Malderen. Ik zal het antwoord schriftelijk nog wel eens nalezen om de nodige exegese op dit antwoord te kunnen toepassen. Maar ik moet vaststellen dat collega Remers dan blijkbaar citeert uit een rapport dat nog niet bestaat. Als ik de minister mag geloven, het deelrapport. Maar wat essentieel is, en daarmee ga ik graag in op de voorzet van de collega. We hebben een aantal historische factoren die relatief constant zijn. Onze havens zijn wat ze zijn. Onze omgeving met miljoenen kapitaalkrachtige consumenten die rondom ons liggen, laat ons ervan uitgaan dat dat een constante is. Ons wegennet, zoals dat is ontstaan, is een relatieve constante daarin. En dat zijn dus factoren die ons altijd, als het gaat over distributie in deze regio, een belangrijke positie zullen geven. Waar het over gaat en waar we moeten waakzaam over zijn, zijn de zaken die dynamisch zijn, die in evolutie zijn. En dan stel je vast, en ik deel zelfs een belangrijk deel van de analyse van de collega, dat er de afgelopen jaren een nieuwe vorm van handel en distributie is ontstaan, vanuit internettoepassingen gedreven, die in belangrijke mate niet duurzaam is. Niet duurzaam is op gebied van tewerkstellingsvoorwaarden, niet duurzaam is op gebied van transportmodi. Als we niet in plaats van het kruispunt waar handel gevoerd wordt van Europa, gewoon het kruispunt van Europa willen worden waar men met vrachtwagens doorrijdt, dan hebben we daar een uitdaging om, en ik deel daar de ambitie, om duurzame, innovatieve vormen van distributie naar dit land te halen. Daar is nu echt geen alternatief. Hè. Lijkt het mij dat je daar moet op inzetten, ook vanuit de werkstelling. We hebben het al heel vaak gehad, meneer de minister, over de werkstelling van laaggescholden. Als u iets kan doen, er ligt daar nog ergens 125 miljoen te wachten om ingezet te worden naar de werkstelling van laaggescholden, dan gaat u in ons daar absoluut een bondgenoot in vinden. Maar ook in het kader creëren en aanbieden. En u zegt van we zullen dat doen vanuit reguliere middelen. We gaan
gaan geen aparte lijnen opzetten. We zullen u daar dan ook verder op beoordelen. Maar om ertoe te komen dat je een duurzame vorm, ook op gebied van mobiliteit, zeker ook op gebied van arbeidsvoorwaarden, in deze regio krijgt, die een antwoord biedt op die dynamische factoren die zich stellen. Ik neem met veel interesse kennis van het feit dat collega Schouwvlieger typologie van bedrijventerreinen zal gaan evalueren. Want die logistieke sector zit daar vandaag inderdaad in concurrentie met bijvoorbeeld de maakindustrie. Ik heb ook ondertussen kennis genomen van het voornemen van uw collega Weitz om rondstedelijke distributie en duurzame transportmodi om daar rond te werken. Mijn opmerking daar gaat er vooral over dat ondertussen eigenlijk de realiteit de politieke besluitvorming achterhaalt. Er zijn vandaag al tal van initiatieven, maar die eigenlijk over amper een kader beschikken. Dus in die zin gaat de innovatie sneller dan het beleid. Ik wil er nog. Ja. Ik moest ook even kijken dat er opeens terug iemand anders zat. Dank u, meneer minister, voor uw antwoord. Nu, ik wil ook even. Het is changement de décor. Ja. Ik wil toch ook even inpikken op wat collega Riemen zei. Dus ik denk niet dat er hier de discussie staat dat wij kiezen voor innovatieve en correcte distributiecentra. Ik denk dat iedereen hier aan tafel daar het ook mee eens is, dat we zeker niet gaan voor distributiecentra waar we mensen uitbuiten en dergelijk. Dus dat is hier zeker niet aan de orde. Mijn grootste zorg, naast natuurlijk alles van de logistieke sector, is ook hoe de detailhandel omgaat met die e-commerce. Ik denk dat er daar wel een hele grote achterstand is op hoe de detailhandel kijkt naar alles wat online shoppen en dergelijke betreft. Dus ik ben dan ook wel blij en verheugd te mogen horen dat er een enquête momenteel bezig is met Comeos en Unizo. Eind deze maand gaan die resultaten dus bekendgemaakt worden, hoop ik ook, publiekelijk bekendgemaakt worden. Dus ik veronderstel dat we dat hier dan ook in de commissie verder kunnen bespreken. Want ik denk dat het ook wel een taak is van het beleid om daar de detailhandel voor een stuk ook in te informeren en mee te helpen ondersteunen om ook op deze markt te kunnen inspelen. Goed. Geen collega, Andries? Gewoon ter aanvulling. Geen probleem, Robrecht. Gewoon ter aanvulling, duurzaamheid, meneer Van Malden of Bart, heeft ook te maken voor ons over het creëren van grote toegevoegde waarden. Dus niet enkel over de werkstelling, maar ook over grote toegevoegde waarden. En daar zijn ook grote verschillen in als je kijkt wat er gebeurt in het buitenland of wat er gebeurt in onze eigen regio. Aanvullen op collega Fournier. Dus Fournier, excuseer. Het gaat hier niet om e-commerce op zich natuurlijk, maar ik denk wel dat we dit in ons Vlaams beleid wel goed in de gaten moeten houden, de internethandel. Omdat er is ook een studie geweest van Comeos, als we dit niet goed aanpakken, dat er een gevaar loopt van 36.000 shops die kunnen verloren gaan. En het is vooral de detailhandel die hier toch wel opgejaagd wild is. Dus we moeten dit is toch heel belangrijk voor ons economisch weefsel in Vlaanderen. Dus extra aandacht hiervoor toch. Ja. Meneer de minister. Heel kort op collega Riemen invoeren. Ik ben graag bereid om het resultaat van de studie in de commissie te bespreken. Ik zou alleen vragen dat ons niet alleen het resultaat geeft mij een paar weken tijd om ook al beleidsmatig, want anders krijg ik hier de vraag en welke beleidsconclusies trekt u daaruit. Dus geeft mij een paar weken tijd om dat te doen en dan kunnen we ook mijn beleidsconclusies ineens bespreken. Ik was van plan om eind deze maand een vraag op te stellen, dus u vraagt mij vriendelijk om dit niet te doen. Ja, daarna. Ja. Ik ga er nog eens over nadenken. Had collega Van Malder ook nog een slotconclusie? Nee, dan gaan we over naar de laatste vraag deze voormiddag van collega Schilts. Over de... Schilts. Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad de Schilts met de scherpe schoen. Dank u. Van schitterend.
Meneer de minister, ik heb een vraag over een démarche die de Socialistische Vakbond in de herfst vorig jaar lanceerde. Rond oktober hebben zij zowat 7000 werkende 55-plussers aangeschreven met de aanmaning om zich nog snel te laten ontslaan, om op die manier te profiteren van de toenmalige regeling brugpensioen op 56 en 58 jaar, uiteraard in het licht met de nakende hervormingen met betrekking tot het brugpensioen. Onder het mom dat zij de plicht hebben om hun leden te informeren, zo werd het formeel gesteld, heeft de ABVV Bouw zijn ongenoegen getoond over de regeringsbeslissing dat wij allemaal langer moeten werken. Uiteraard heeft deze houding van de vakbond tot zeer veel kritiek geleid. In werkgeverskringen is het initiatief natuurlijk bijzonder slecht gevallen, ten meer omdat een van de grote strijdpunten van de vakbonden de opbouw en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid is. Bij de bouwfederaties werd bovendien gevreesd voor een massale exit van ervaren werknemers. Zeker in de bouw is de overdracht van expertise en kennis niet onbelangrijk. Daarnaast werd ook gevreesd dat er een nog grotere aanwezigheid van buitenlandse bouwvakkers zou ontstaan, waartegen de vakbonden ook al meermaals geprotesteerd hebben. Anderzijds hebben werkgevers de macht om, wanneer een werknemer zijn ontslag vraagt, om dit ontslag te weigeren. Maar het is vanzelfsprekend niet evident om iemand in uw bedrijf te houden die werkonwillig is, met grote afwezigheidsgraden, opgenomen ziekteverloven en dergelijke meer. Bovendien natuurlijk, wanneer deze ontslagen massaal geweigerd zouden worden, is de sociale onrust of de sociale rust in het bedrijf verre van verzekerd. Uiteraard is de houding van het ABVV ook bijzonder slecht nieuws voor het beleid van de Vlaamse regering, dat er nu net op gericht is, we hebben het in uw beleidsnota mogen lezen, om mensen langer aan het werk te houden. Uiteraard weet u ook dat ondertussen het dossier op federaal niveau in beweging is gekomen en dat er een overgangsregeling is getroffen waarbij een aantal verzachtende maatregelen genomen zijn, maar natuurlijk het kwaad is al reeds geschied. En wij hebben van de vakbonden ook geen démarches onder mogen vernemen om dit kwaad ongedaan te maken. Vandaar dat ik graag antwoord zou willen hebben op volgende vragen. Hoe schat u de initiële... Uiteraard zal meneer Van Malderen wel bijkomend willen repliceren. Hoe schat de minister de initiële informerende initiatieven van het ABVV principieel in om 55-plussers aan te manen om nog snel zich te laten ontslaan? En hoe schat u de houding van de werkgevers in die aarzelen om dergelijke vragen voor ontslag te weigeren? Deelt de minister de vrees van de werkgevers dat een grote exit van oudere werknemers kan leiden tot een grotere aanwezigheid van buitenlandse werknemers op onze bouwwerven, enerzijds, en anderzijds de problematische invulling van vacatures voor leidinggevende functies op bouwwerven, anderzijds, zoals gesteld door het mogelijke vertrek van mensen met zeer veel know-how. En een vierde vraag, zal de minister uit het initiatief van de vakbond conclusies trekken om extra initiatieven te nemen in het kader van werkbaar werk om oudere werknemers in de bouwsector langer aan de slag te kunnen houden? Ik kijk uit naar uw antwoorden. Ik meen dat we eerst een aantal collega's zullen hebben die hun visie zullen geven. Collega Van Malder. Het volledig eens met collega Schiltz. Als het gaat dat de minister moet werk maken van werkbaar werk om een retentiebeleid in de bouwsector te voeren. Ik zou de collega en iedereen toch willen aanmanen om niet af te gaan op wat daarover in de pers verschenen is, maar wel naar de bron te kijken. Als u iets hebt over aanmanen om zich te laten ontslagen, dat is niet de draagwijdte. Ik heb zelf op het moment dat de discussie publiek was, het betrokken document opgevraagd. Het gaat over een informatienota die is verspreid, waarin blijkbaar wordt ingegaan op vragen van mensen van kijk, er bestaat een CAO brugpensioen in de bouwsector specifiek, die doorheen verschillende fasen van generatiepact 1 en 2 en verschillende interprofessionele CAO's, mede ook ondersteund door de werkgevers trouwens in de bouwsector, stevast is herhaald. En in die brief zegt men, kijk, als u van die CAO wil gebruik maken, dan dient u voor 1 januari 2015 eigenlijk een ontslag te hebben. Ik wil erop wijzen dat er zoiets bestaat als oorzaak en gevolg. Het vrij abrupt opzeggen van de bestaande regeling maakt natuurlijk dat je die vragen krijgt en dat er ook antwoorden op komen. Ik wil erop wijzen trouwens dat het geven van een ontslag een privilege is van een werkgever, net zoals het weigeren ervan. Dat is één. Twee, als u zegt van er zijn nu dingen in beweging
op het federale niveau. Maar er is nog geen verandering. Wel, ik moet dan nog altijd de exacte beslissing van het federale niveau zien. Ik ga er dan vanuit dat daar op hetzelfde moment en op dezelfde manier mensen zullen geïnformeerd worden. Maar mijn tussenkomst gaat er vooral over. Laat ons bij de feiten blijven. En het woord aanmanen is in deze collega eerlijk gezegd niet goed gekozen. Nog collega's, collega Hofkes. Ja. Ik denk dat voor onze fractie het standpunt eigenlijk zeer eenvoudig is. Wij zijn tegen brugpensioen, SWT of hoe je het ook wil noemen. Ik durf dat gerust in die duidelijke terminologie stellen. En oproepen, wij hopen dat in de toekomst, uitstappen op 55 jaar, ik begrijp werkbaar werk en zo, dat zijn allemaal heel belangrijke aandachtspunten, maar principieel is het in welke sector ook aanmoedigen of systemen uitdenken om mensen vroeger dan 50 jaar, nu nog van 55 jaar aan te moedigen om te stoppen met werken. Dat is niet meer wat wensbaar is in onze samenleving. Dat is slecht voor onze welvaart en onze economie. Ik onderschrijf eigenlijk volledig de tussenkomst van collega Schilds. En men kan dat nu wel wat verzachten, maar de realiteit is wel zo dat wanneer er een maatregel wordt ingevoerd om een dergelijk stelsel, ja, een verworven recht, hè, er is iemand die heeft gesproken recent dat wij het land zijn of de regio, het bokrijk van de verworven rechten. Ik had er gisteren over met collega Remen. En dat is zo. En als men dan een verworven recht wil afschaffen, wat gebeurt er dan? Ja, je hebt altijd het moment waarop het wel komt. En op het moment waarop het niet meer zal kunnen. En als gardiermoment ga je altijd nog een aantal mensen aantrekken, met goede bedoelingen, die nog gebruik willen maken van dat stelsel. Op zich niet verkeerd, hè, als ze aan de voorwaarden voldoen. Maar ik betreur ook dat daar dan vanuit een bepaalde zijde eigenlijk massaal toch wel, denk ik, wordt op ingespeeld. En collega Van Malderen, je moet dat ook niet ontkennen, ik geef u een ander voorbeeld. Ik trek het een beetje op, maar het is identiek vergelijkbaar. We gaan de niet-thematische verloven tijdskrediet ook afschaffen. Federale maatregelen. We zijn eigenlijk vandaag hier bezig over wat federale materie in essentie is. Maar goed, we gaan dat afschaffen omdat we mensen langer willen laten werken en actiever willen inzetten. In onze optiek zeer goede maatregel. Wat zie je dan in de cijfers van de RVA? U zal dat ook wel weten. Dag op dag zie je dan dat de aanvragen voor medische thematische verlopen, omwille van medische redenen, die stijgen dan proportioneel. Want dat is zoals water. Dat kruipt waar het niet kan gaan. En als je de ene poort afsluit, dan zoekt men de andere. En dan weten wij ook dat daar vanuit vakbondszijde toch wel informatie verspreid wordt aan werknemers om te zeggen van doe het dan op deze manier om toch nog dit te kunnen doen. Dus één, ik maak mijn verhaal even af, maar wij betreuren dat zoiets gebeurt. Wij zijn blij dat er maatregelen genomen worden. Er worden zelfs overgangsmaatregelen voorzien, die we ook volledig onderschrijven. Het is natuurlijk niet evident dat mensen op 55 jaar, die lang dat statuut hebben kunnen genieten, dat we daar dan een wijziging in het beleid doen. Dus je moet daar overgangsmaatregelen voorzien. Maar globaal gezien zijn we daar uiteraard zeer tevreden mee. Meneer de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ook iedereen die hierop is tussengekomen. En ik wil beginnen, en dat is geen excuus, maar u weet dat brugpensioen is en blijft een federale materie. Ik ben eigenlijk heel tevreden dat de federale overheid, nadat de groep van 10 overleg had gepleegd, een beslissing heeft genomen, een beslissing die uiteindelijk nu maakt dat SWT, zoals we brugpensioen dan noemen, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, minder snel kan uitgevoerd worden. Ik denk dat dat maatregelen zijn, ik kan ze u in detail geven, maar ik veronderstel dat u ze kent, dat dat maatregelen zijn die nodig zijn, zeker met oog op in het licht van de vergrijzing. En de afhankelijkheid van niet-actieven ten opzichte van actieven, dat we dat moeten verminderen. Ik denk dat we daar al heel lang van weten. Ik heb daar ooit mijn thesis in 1984 rondgemaakt. En toen wisten we dat al. De ambities van de Vlaamse regering, en ik denk dat dat ook heel duidelijk is. En ik kan u daar zeggen, collega Schilders, dat dat samen met de vakbonden ooit is goedgekeurd in een loopbaanakkoord, was dat we effectief 55-plussers meer aan het werk moesten brengen. Niet alleen in een loopbaanakkoord, tevoren ook met Samen op de Bres voor 50-plus, hebben we eigenlijk in 2008... toen ik nog sociale partner was, met de sociale partners een eerste grote stap gezet.
En als je ziet wat de doelstellingen zijn, het kompas waarop we rijden, dat is een werkzaamheidsgraad van 76% in zijn algemeenheid en voor 55-plussers dat van 50%, dan is dat een enorme ambitie. En ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn om die ambitie te halen, maar wanneer wil zeggen dat we die richting alles moeten doen om het te halen, uiteraard. En als je dat wilt doen, dan is duurzame inschakeling van oudere werknemers een grote uitdaging, de grote uitdaging van mijn beleid, maar volgens mij ook voor elke onderneming. En ik denk dat wat mij betreft, ik in elk geval alle middelen die ik binnen mijn bevoegdheden heb, daar rond zal uitwerken. We moeten absoluut voorkomen dat oudere werknemers vroegtijdig afhaken. En dan zeker, u hebt het voorbeeld van de bouwsector genomen, ik denk dat dat ook zeker daar het geval is. Maar hoe doe je dat, die werknemers langer aan het werk te houden? Ik denk dat de meesten hier al weten, bij mij is de filosofie van een loopbaanbeleid en wendbaarheid een belangrijk aspect daarin. Dat mensen eens meer en sneller nadenken over wat ken ik, wat kan ik en waar kan ik hiermee op de markt. Wat doe ik eigenlijk graag en kunnen we daarin verder gaan, zodanig dat mensen hun loopbaan meer in eigen handen nemen en ook langer fluitend naar hun werk gaan. Want wat je met zin doet, wat je met goesting doet, daar zal je ook langer willen doen. Heel het aspect van de loopbaancheck en de loopbaanbegeleiding is daar eigenlijk het instrument dat we daar in de vorige legislatuur hebben uitgetekend en wat we deze legislatuur zeker verder zullen gebruiken. Anderzijds wil ik ook investeren in die wendbaarheid op de werkvloer. Ik denk dat het belangrijk is dat men op de juiste stoel komt, zoals we dat zeggen. En om oudere werknemers die dan toch hun baan te verliezen te ondersteunen, denk ik dat het ook het goede aspect is dat we systematisch de leeftijd waarop mensen automatisch verder geactiveerd worden omhoog brengen. En u weet dat de ambitie is om in deze legislatuur tot iedereen tot 65 jaar opnieuw te activeren indien ze werkloos worden. Uiteraard stem ik mijn beleid hieromtrent af met de gewijzigd federaal kader. En ik zal ook in overleg met de sociale partners naar doelgroepenbeleid. U weet dat ik heb daar nu zelf initiatief genomen. Ik heb de biechtstoelprocedure, zoals ik plenair heb gezegd, gevolgd. Ik heb er een nota van gemaakt. Die nota is nu voorgelegd aan de VESOC werkgroep. Ik ben nu die verder aan het specifieren en zal dan opnieuw met VESOC in overleg treden, zodanig dat in een van die doelgroepen blijft de 55-plussers, wij ook daar naar RSZ-kortingen bijkomende initiatieven nemen. Ik deel, en dat is dan uw vraag 3, ik heb de eerste, tweede en vierde vraag samengenomen, maar uw vraag 3 rond de bezorgdheid over het invullen van vacatures voor leidinggevende functies op de bouwwerf, ik deel uw bezorgdheid, dat is ook geen evident iets. Wat we zien is dat geschoolde bouwwerknemers prominent staan, en als we daar straks hadden over knelpuntvacatures, dit is er een die al jaren structureel is. In 2013 waren er meer vacatures voor bouwtechnici dan voor alle andere bouwberoepen samen. En het is vooral een kwantitatief probleem. Vervroegd uittreden is daar natuurlijk effectief een iets wat dat problematiek alleen zal versterken. Vooral ook omdat er te weinig afgestudeerden zijn in die richtingen. We kunnen veronderstellen dat de uitstroom van oudere bouwvakkers in principe kan leiden tot een verhoogde vraag ook naar buitenlandse werknemers. Collega Hofkes, u hebt het daar straks over gehad, dit is zo'n typisch voorbeeld. Als je natuurlijk er zelfs te weinig hebt die diploma halen, dan zit je snel in die richting. Maar de sector, en dat is samen vastgelegd in sectorconvenant, zal ook met ons samen blijven daar inspanningen voor doen om jongeren aan te trekken. Ik denk dat ze daar altijd een belangrijke rol hebben. Ik ben dan dichter bij wat dat u naar de zorgsector naar voren brengt. Ik denk dat collega Van Malderen dat ook hier de aantrekkelijkheid van de job belangrijk is. Als er dan toch beroep moet gedaan worden op buitenlandse werknemers, dan geldt dat er veel inspanningen moeten geleverd worden om de meest recente technieken en zeker de veilige manier te garanderen op de bouwwerf. Maar dat zijn dingen die ik heel sterk, en ik denk dat alles wat sociale dumping daaromtrent betreft, dat de veiligheid en het garanderen van veiligheid op de werf een zeer fundamentele en belangrijke zaak is. Dank u wel, collega Schilt.
Dank u wel, meneer de minister. Ja, die loopbaanchecks, dat is een interessant instrument voor mensen die wat variatie in hun carrière willen hebben. Soms wordt er ook gesproken over mentorjobs, waarbij dat fysiek zware arbeid meer door jonge, sterke werknemers wordt uitgevoerd, waarbij dat de ouderen zich meer kunnen toeleggen op de overdracht van expertise. Ja, er zijn, denk ik, heb ik opgevangen, recent een aantal nieuwe cijfers over binnengelopen. Ik denk dat we dat met argusogen moeten bekijken of dat het succes voldoende hoog is en op welke mate dat het eventueel dient bijgestuurd worden, maar daar zal ik dan wel een opvolgingsvraag over stellen. RZ-kortingen, dat hoor ik natuurlijk ook graag. Dat zullen we niet allemaal zelf kunnen doen. Ik denk dat de collega's aan de overkant zich daar ook wel van bewust zijn. En dan verder de sectorakkoorden. Ik weet niet of dat die voldoende impact hebben. Er is altijd goede wil, zowel bij werknemers als werkgevers. Maar het sputtert toch nog een beetje. We merken toch, voor een deel is dat de loonkost, maar dat is toch ook niet het enige. Misschien dat toch ook die wendbaarheid en die loopbaanbegeleiding bij werkgevers nog te weinig aanwezig is om opnieuw iets oudere werknemers te durven of te kunnen aanwerven. Dus ik denk dat daar nog bijkomende initiatieven genomen zullen moeten worden. Nog collega's? Minister? Ja, heel kort, twee elementen. Eén, de sectorconvenant. Filosofie is dat we dit jaar met de interprofessionele partners de accenten voor de volgende sectorconvenanten willen leggen. En ik volg u daarin, collega Schiltz, dat dit er wel een van de accenten moet zijn naar de toekomst. Dat we daar met alle sectoren meer accent op zullen moeten leggen. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. We hebben daar straks de studies van professor Sels aangehaald over het aantal mensen dat op pensioen gaat en het aantal mensen dat normaal binnenkomt in de sector. Dit is een belangrijk element om mensen langer aan het werk te houden, is een belangrijk element daarin. Wat de loopbaancheck betreft, ik denk dat we ons daar ook niet mogen in vergissen. De loopbaancheck is niet alleen nuttig voor wie een wending in zijn carrière wil maken. Wat we zien is dat heel vaak mensen die zo'n loopbaancheck hebben gekocht en advies zijn gaan vragen, dat die tot de ontdekking komen dat met wat zij kennen en kunnen, ze eigenlijk zeer goed zitten in de job dat ze zitten. En die gaan ook morgen met een veel beter gemoed terug naar hun werk, omdat ze zien dat wat ze doen, dat dat eigenlijk op hun lijf geschreven is, of dat ze met kleine opleidingen binnen die job nog een volgend stapje kunnen zetten. Dus het moet echt niet alleen gaan over een grote wending in uw carrière. En ik raad echt, ik zie echt ook, en het is meer en meer, ik denk dat de loopbaancheck een mooi succes aan het worden is, dat mensen effectief nadenken over wat ik nu doe, wil ik dat blijven doen, ben ik daar geschikt voor, waar moet ik verder, dat dit nadenken over uw loopbaan, dat dat eigenlijk meer en meer ingeburgerd zou moeten geraken. Dank u wel. Geen slotbemerking. Dan denk ik dat we hiermee voorlopig aan het einde van de werkzaamheden zijn gekomen en we zien elkaar straks om 14:00 terug.